Goedenavond, dames en heren, allen van harte welkom hier bij deze commissievergadering van 14 maart 2016. Ook de mensen die thuis naar ons luisteren en kijken, van harte welkom. En bij deze heb ik de vergadering bijna geopend, want ik moet nog vermelden dat de heer Schuring van de VVD afwezig is. De heer Rooijakkers van D66, maar hij wordt vervangen door de heer De Graaf. De heer Wildvang van Partij van de Arbeid en wordt vervangen door de heer Broeren. En van het CDA zijn afwezig de heren Koetsier, Kouwen en Uitslag. Dan is bij deze de vergadering geopend. En ga ik verder met punt 2 van de agenda. Spreekrecht burgers. Er zijn twee aanmelders. Dat is mevrouw Rijkema namens de participatieraad Dalsen en de heer Hogenboom namens de Cultuurhuis de Mozaïek in Lemerenveld. Mevrouw Rijkema was de eerste die zich aangemeld heeft. Aan u de eer om te starten met de inspreken. U hebt 5 minuten en daar wil ik u graag aan houden. Niet als dreigement, maar... Zo zijn nou eenmaal de regels. Wilt u achter de spreekstoel gaan staan? Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad. Als lid van de participatieraad wil ik graag inspreken op de welzijnsnota en de inspraaknotitie toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020. De participatieraad heeft vorig jaar inspraakbijeenkomsten gehouden om van burgers aandachtspunten op te halen voor het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid en het toekomstgericht welzijnsbeleid. Die aandachtspunten zijn aan het college meegegeven voor het opstellen van het beleid. Vervolgens heeft de participatieraad advies uitgebracht aangaande de notitie toekomstgericht welzijnsbeleid. Dit advies staat in de inspraaknotitie en heeft u ontvangen. Toch willen wij nog een aantal punten extra onder de aandacht brengen. Welzijn en welzijnsactiviteiten moeten gericht zijn op de totale bevolking en niet alleen op de kwetsbare mensen. Voorkomen moet worden dat welzijn een lichte vorm van ondersteuning wordt en als zodanig ook door de burgers gezien gaat worden. Dat kan drempelverhogend werken. Het accent wordt voor burgers zowel erg gezet op dat wat niet lukt in het leven, in plaats van dat wat wel lukt. En dat noemen we dan gewoon breed welzijnsbeleid. Burgerbetrokkenheid bij uitvoering van het welzijnsbeleid vinden we erg belangrijk. We hebben voorgesteld een burgerpanel in te stellen, of in elk geval een welzijnsraad die functioneert uit een soort cliëntenraad van welzijnsorganisatie en meedenkt over de uitvoering van het beleid. In de Dalse samenleving is veel ervaringsdeskundigheid aanwezig op vele terreinen die men vrijwillig in wil zetten. Van deze ervaringsdeskundigheid kan meer gebruik gemaakt worden. We denken onder andere aan ondersteuning door een ervaringsdeskundig maatje, aan lotgenotencontactgroepen, ouders ondersteunen ouders. Vanuit landelijke cliëntenorganisaties zijn en worden mensen opgeleid om dergelijke groepen te begeleiden. Wij willen nogmaals aangeven dat we graag zien dat de Right to Challenge een duidelijke plaats krijgt binnen het welzijnsbeleid en de gemeente laat zien dat de burger aan het roer staat. In ons advies hebben we aangegeven dat natuurlijk ook mantelzorgers hun beroep willen doen op de welzijnsactiviteiten. Graag zien we dat als mantelzorgers mee willen doen aan activiteiten en of vrijwilligerswerk, ze een beroep kunnen doen op respijtzorg en of ondersteuning van degene waarvoor ze zorgen. Wij adviseren om de mantelzorgwerkgroepen bij de uitvoering van het beleid te betrekken. We denken dat er kansen zijn om voor bijvoorbeeld ouderen voor nieuwe woonvormen en activiteiten in de directe omgeving. Graag meer aandacht daarvoor. U wilt kwetsbare mensen inzetten binnen de samenleving en dat juichen we toe. Dat vraagt wel zorgvuldige begeleiding en kennis van de medewerkers van de welzijnsinstellingen om dit te ondersteunen.
We vinden dat de gemeente de inzet van vrijwilligers niet moet onderschatten, niet moet overschatten. En pleiten voor goede ondersteuning van die vrijwilligers door scholing en door aandacht. De vrijwilliger gaat voor plezier en inhoud. De participatieraad blijft het welzijnsbeleid kritisch volgen en wenst de welzijnsinstellingen veel succes met de uitvoering in samenwerking met de Dalfser inwoners. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Rijpkema. Blijft u nog even staan, ja. Want u zegt zo mooi van we kunnen altijd contact met u opnemen. Ja. Maar ik wil nu de commissie toch even de gelegenheid geven om op uw verhaal nu vragen te stellen. Dus wie van de commissieleden mag ik het woord geven? Mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel, mevrouw Rijpkema. Uw inbreng kwam mij bekend voor, want het was ook in de zienswijze opgenomen en daar hebben we kennis van kunnen nemen en ook de reactie vanuit het college op de inbreng. U geeft aan, niet alleen op kwetsbaren moeten we ons richten, maar op de totale bevolking. Ja. Breed welzijnsbeleid, zeg maar even. Ja. Kunt u aangeven hoe u denkt dat de huidige nota zoals die nu voor ligt, waar daarin verschil zou kunnen worden gemaakt? In de nota op dit moment zie je te veel dat er de nadruk wordt gelegd op kwetsbaren, uitvallers, het voorkomen van uitvallers. Het wordt zo snel gestempeld, gelabeld, terwijl wij denken dat je moet meer richting een gemeenschap toe met welzijn en niet alleen de zwakkeren binnen de samenleving. En kunt u aangeven waar u dan wat meer en breder ingezet zou willen zien? Lastige vraag misschien. Ja, dat is een lastige vraag, zeker. Je moet, denk ik, binnen de kernen het breder uitgaan zetten. Niet alleen Dalfsen zelf, maar de kern Dalfsen, maar echt binnen de diverse kernen. Om die drempel maar zo laag mogelijk te houden. Ja. Okay, dank en u wel dat iedereen mee wil doen. Ja. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schippers. Nog andere commissieleden? Nee, dan was uw verhaal duidelijk. Uw verhaal zal morgen ook op het RIS geplaatst worden, het Raadsinformatiesysteem, zodat wij daar kennis van kunnen nemen, maar ook de bevolking van Dalfsen. Ja. Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de heer Hogenboom, zoals ik al gezegd heb namens het Cultuurhuis De Mozaïek. En ook voor u 5 minuten, meneer Hogenboom. Wilt u het knopje? Dank u wel voor de spreektijd die ik hier krijg. Er zijn maar 2 insprekers, maar toch is het zo dat we toch eigenlijk toch al een beetje dubleren, zeg maar. Want er zijn wel wat zaken die eigenlijk aansluiten bij de voorgaande spreker. Maar dat is eigenlijk misschien alleen maar makkelijk en mooi. Geachte raadscommissie, toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2018. 2020. Aansluitend op onze eerder kenbaar gemaakte zienswijze en reactie hierop van WW het volgende. In haar visie geeft de eenheid maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Dalfsen aan dat het cultuursconcept hierbinnen een centrale plaats inneemt. Daarvan hebben we nog niet veel gemerkt. Min of meer bij toeval ontdekten we, juist op tijd om er nog over mee te praten, dat er een nota welzijnsbeleid op de agenda van de raad stond. Je vraagt je dan af wat er de oorzaak van zou kunnen zijn dat er niet vooraf naar onze mening en ervaringen geïnformeerd werd bij de totstandkoming van de nota. Wellicht ligt het antwoord in de nog onbekendheid over het functioneren van een cultuurhuis. Daarom nog even de volgende definitie. In het cultuurhuisconcept werken meerdere partijen samen onder 1 of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Binnen het cultuurhuisconcept leggen organisaties en verenigingen innovatieve verbindingen. Deze partijen hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Werken volgens het cultuurhuisconcept is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken. Het draait nadrukkelijk niet om het gebouw, maar om de samenwerking.
Maar misschien was dat enigszins onduidelijk gebleven. Volgens dit principe werkt ons cultuurhuis al ruim 12 jaar met groot succes aan de visie die door de eenheid maatschappelijke ondersteuning op bladzijde 4 overigens prima is verwoord. Echter in de uitwerking zetten we op onderdelen vraagtekens. Wellicht, mede doordat het beleid op gebied van zorg en welzijn zeker in het verleden versnipperd was over meerdere afdelingen, zijn niet alle zaken altijd evengoed bij het gemeentebestuur in beeld gebracht. Een voorbeeld daarvan is de misvatting van burgemeester en wethouders in hun reactie op onze inspraaknotitie dat Limmelenveld werkt onder supervisie van de gemeente Dalfsen haar werk doet. Dit project betreft echt een volledig eigen initiatief van het cultuurhuis dat in samenwerking met Stimulant tot stand is gebracht. Dat we een prettige wijze en uitstekend samenwerken met Dalfsen werkt, doet hieraan niets af. Het is onze zinziens ook de hoogste tijd dat in Limmelenveld de samenwerking van Welzijn Ouderen en Stichting Cultuurhuis de Mozaïek op korte termijn geïntensiveerd wordt, uitlopend op een bestuurlijke samensmelting, waardoor er op welzijnsgebied slechts één gesprekspartner in Limmelenveld overblijft. We zijn al geruime tijd hierover in gesprek, maar stimulering vanuit de gemeente kan dit proces zeker versnellen. Dit kan spraakverwarring in de toekomst voorkomen, energie binnen het ambtenarenapparaat besparen en de productiviteit in zijn geheel verhogen. Getuige de reactie van de welzijnskoepel van 29 februari lijkt deze duidelijk ruimte te laten voor deze nieuwe partijen om aan te sluiten. De komst van een welzijnskoepel zien we wel zitten wat betreft samenwerking en uitwisseling van kennis. Op een extra bestuurslaag zitten we beslist niet te wachten. De inspraakreactie van SMON op het onderwerp subsidie innovatieve preventieve projecten sociaal domein heeft onze instemming niet. Dit werkt betutteling in de hand en slaat de initiatieven vroegtijdig dood. Uitwisseling van kennis en ervaring van deze projecten is wel van groot belang. Dit brengt me bij een algemene reactie betreffende het te voeren toekomstige beleid in het sociale domein. Nog veel meer dan tot nu toe zichtbaar werd, zal er van onderaf aan gewerkt moeten worden aan een sterke en brede maatschappelijke cohesie die er automatisch toe leidt dat de problematiek op het gebied van zorg en welzijn in eerste instantie in eigen kracht opgelost kan worden. In dit traject zal opleiding en bewustwording bij jongeren aangaande het voorsorteren op het nieuwe maatschappelijke beleid, het nieuwe maatschappelijke model van participatie niet mogen ontbreken. Een beleid dat zich enkel richt op zwakkeren en kwetsbaren wordt op termijn onbetaalbaar, omdat de kracht dan vanzelfsprekend ingevuld zal moeten worden met professionals. Het beleid zal erop gericht moeten worden dat iedereen meetelt en mee kan doen. Het mag niet zo zijn dat het beleid enkel wordt bepaald door de vraag of waar op korte termijn geld te besparen valt. Een voorbeeld hiervan binnen het huidige beleid is het feit dat er geen enkele aandacht is in de nota voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Dit feit vormt een van de belangrijkste oorzaken van armoedeval. Initiatieven op dit terrein, eventueel in overleg met het UWV, zullen we van harte toejuichen. Aansluitend aan deze algemene opmerking nog iets over de kosten. Of de beschikbare middelen zoals verwoord in de nota voldoende zijn, is door ons moeilijk te beoordelen. Echter, middelen die ingezet worden aan de basis als cofinanciering van burgerinitiatieven hebben allicht een substantieel hoger rendement dan geld dat gebruikt wordt voor het instand houden van overheid en bureaucratie. Bovendien, en dat is zeker niet onbelangrijk, zal het draagvlak voor de politiek er enorm door versterkt kunnen worden. Tot slot nog dit. Onze stichting gelooft in het cultuurhuisconcept, waarin het op kernniveau mogelijk is door samenwerking met en van alle partijen de maatschappelijke basis zodanig te versterken dat met een gezonde financiering een samenleving kan worden gecreëerd waarin het prettig toeven is voor alle inwoners van de gemeente Dalfsen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hogeboom. Ook aan u het verzoek nog even te blijven staan. Of er commissieleden zijn die u nog wat vragen willen stellen. Mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor uw betoog. We hebben ook een hele brief hebben we gekregen. Ik had nog even een vraagje. U spreekt in via vanuit het Mozaïek. Heeft u ook contact gehad met de andere cultuurhuizen of weet u hoe zij hier tegenover staan? We hebben hierover geen contact met andere cultuurhuizen. Het komt ook wel doordat eigenlijk met name Trefkoele Plus eigenlijk nog maar net als zodanig in opbouw was. We hebben er wel connecties mee. Ook bij de anderen zijn er wat dat betreft
denk ik niet helemaal die ervaringen die helemaal vergelijkbaar zijn met Limmelenveld. Dat wil niet zeggen dat wij gaan geen enkele samenwerking uit de weg. En we denken eigenlijk elkaar altijd erg te kunnen versterken. Dus hierover zijn geen contacten nu geweest. Dank u wel. Misschien daarop aansluiten. We hebben wel de indruk dat het eigenlijk zo is. Dat eigenlijk het beleid wat gevoerd wordt ten opzichte van terechtkoelen. Plus dat het eigenlijk voor ons vanuit de gemeente nogal signalerend werkte dat we misschien wat pas op de plaats en misschien wel een beetje teruggeplaatst werden. Zeg maar. Omdat wij eigenlijk de invulling zoals het cultuurconcept betaamt eigenlijk al jaren dusdanig ingezet hebben dat we eigenlijk op veel gebieden van welzijn participeren. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Hoogboom. Zijn er nog meer commissieleden? Ik kijk even rond. Nee, dan dank ik u voor het inspreken. En ook uw reactie zal morgen op het RIS geplaatst worden. Dan gaan we verder met de vergadering. Als punt 3 op de agenda de vaststelling van de agenda. Punt 4, welzijnsbeleid. Punt 5, rijkwijde en detailniveau milieueffectuitbreiding windpark Nieuw-Leuzen. Mogelijkheden hervesting veehouderijen op onbebouwde locaties buitengebied. Vaststelling overeenkomst schuldhulpverlening 2016 met tussenevaluatie. Kwartaalrapportage sociaal domein 2015, vierde kwartaal. En dan heel wat later in de avond de sluiting, maar hoort wel bij de agenda. Zullen we hem zo vaststellen zoals hij hier staat? Gezien de insprekers lijkt me dat ook de juiste volgorde. Iedereen akkoord? Akkoord, dan is de agenda zo. En gaan we verder met punt 4 van de agenda. Welzijnsbeleid 2017-2020. De verantwoordelijk wethouder is de heer Van Mattels. In april 2015 heeft de Raad kaders gesteld voor dit nieuwe welzijnsbeleid door de startnotitie vast te stellen. Het college is daarmee aan de slag gegaan en dit is het resultaat. De Raad wordt voorgesteld om het nieuwe welzijnsbeleid vast te stellen, rekening houdend met de inspraakreacties. Daarnaast wordt de Raad voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van €50.000 voor de ontwikkeling van de welzijnskoepel. De reacties die u ontvangen hebt, die hebt u allemaal kunnen lezen. Ik wil dit doen in twee ronden, informerende ronde, dus voor de vragen. En daarna de openerende ronde. Aangeschoven is voor de ambtelijke ondersteuning mevrouw Klunder. En wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Er ligt een uitgebreide nota voor ons en veel informatie in de inspraakreacties en de antwoorden. En toch hebben we nog vier vragen. De eerste vraag. We hebben begrepen dat deze notitie wel te inzage heeft gelegen, maar dat het niet bekend is gemaakt. Klopt dit en kunnen we dan deze nota wel vaststellen of moeten we alsnog gelegenheid geven om hem te inzage te leggen? De tweede vraag. De beleidsregels gaan in per 1 januari 2017, maar aanvragen moeten voor 1 november binnen zijn. En hoe moet het dan voor de aanvragen voor 2017? Het zou jammer zijn om dat een jaar te laten liggen. De derde vraag. Er wordt gesproken over een potje maatschappelijke duurzaamheid. En hierbij wordt verwezen naar de motie van de ChristenUnie uit november 2015. Daarin werd het college verzocht een voorstel te maken over de inzet van de reserve maatschappelijke duurzaamheid. Moet ik de voorstellen in deze nota zo lezen dat ze de invulling zijn van die motie? De laatste vraag. De welzijnskoepel vraagt om een formele rol als adviesorgaan. En in de inspraakreacties zegt de gemeente dat het niet kan omdat ze zelf een rol spelen. Maar die argumentatie is mij niet helemaal duidelijk. Misschien kan de wethouder dat nog eens even uitleggen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een drietal vragen. De eerste gaat over het feit dat in de notitie staat dat vrijwilligers en verenigingen geschoold zullen worden in de mogelijkheden vanuit het welzijnswerk. In dat stukje wordt niet gesproken over het herkennen van signalen. Dat komt later bij de gewenste effecten wel naar voren. En daar staat signalen blijven niet liggen.
En de participatieraad stelde deze vraag ook. Dat is ook een vraag die bij ons leeft. Gaat u vrijwilligers en verenigingen ook scholen in het herkennen van signalen die duiden op mogelijke problemen of ondersteuningsbehoeften? Tweede vraag is, wat houdt het penvoerderschap binnen de welzijnskoepel precies in? En onze derde vraag sluit aan bij de laatste vraag van de ChristenUnie. De welzijnskoepel heeft gereageerd op de reactie van BMW op hun zienswijze. En daarin verzoeken zij om een duidelijke formering in de notitie van de rol en taak die de welzijnskoepel heeft ten aanzien van nieuwe aanvragen en hoe de afweging, besluitvorming en toekenning van die nieuwe aanvragen wordt ingericht. Wat gaat u met dit verzoek doen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk heb ik twee vragen die aansluiten bij de ChristenUnie met betrekking tot het niet ter inzage hebben gelegen. En doen we daarmee recht aan de burgers van onze gemeente. En dan naar aanleiding van de brief van het bestuur van Stichting Culturus, de Mozaïek. De brief hebben wij gelezen, we hebben de inspraak ook gehoord en ook de reactie van het college daarop. Ik heb nog even overleg gehad met de voorzitter en daar staat iets over de rol en taken van het Culturus. En u geeft aan dat u daar nog over in overleg of in gesprek gaat. Wanneer bent u dit van plan? En dan de tweede vraag is, bij nieuwe initiatieven van organisaties of georganiseerde groep burgers is geen taak of advies voor rol weggelegd voor de welzijnskoepel. Mevrouw Kappert gaf het ook al aan. Maar Dalsen gaat zelf toetsen of een project wel of niet voldoet. Doen we hiermee voldoende recht aan de kennis en verantwoordelijkheden van de welzijnskoepel? De derde vraag is, bij het meten van de prestaties wordt van tijd tot tijd geëvalueerd. Met welke frequentie kunnen wij als gemeenteraad worden bijgepraat over de ontwikkelingen, prestaties en resultaten? Er wordt gerapporteerd, maar er staat niet bij met welke frequentie. En de vierde vraag, meneer Hogeboom zei het al, over de niet-uitkeringsgerechtigden die werkloos zijn. Waarom niet? Waarom zijn die niet in het welzijnsnota genoemd? Wat is uw visie op deze groep en... heeft u het voornemen om die op te nemen? Tot zover onze vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Broeren van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Geen extra aanvullende vragen, want eigenlijk zijn ze allemaal al wel gesteld. Maar ik wil wel heel erg aansluiten bij de vraag van mevrouw Lasje. Over het feit dat volgens ons ook inderdaad de nota niet in de kernpunten heeft gestaan. En wat betekent, en dat is voor ons nogal van belang, of inderdaad de vraag of we dan wel deze nota hier kunnen vast gaan stellen, of in ieder geval in de raad, daarvoor voor ons wel van afhangt. Dus graag daar enig uitleg over van de wethouder. Dank u wel, meneer Broer. Meneer De Graaf, D66. Dank u wel, voorzitter. Aanvullend nog twee vragen, meer van financiële aard. Als ik het goed begrepen heb, wordt er in de beleidsnota gesproken over €250.000 uitgetrokken voor de innovatieprojecten. Plus €435 voor het welzijnsbeleid op zich. Klopt het dan dat we het hebben over €655.000 totaal per jaar voor het nieuwe welzijnsbeleid? Dat is vraag 1. En vraag 2 verwijs ik naar bijlage 2, maatschappelijke duurzaamheid. En dan ben ik niet helemaal, is mij niet helemaal duidelijk wat er nou bedoeld wordt met het bedrag van €5750. Er staat er, hiervoor is maximaal €5750 per jaar beschikbaar voor projecten en initiatieven. En de zin daarna, onder het kopje subsidienorm, staat de subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal €5750 per aanvrager. En dat doet vermoeden dat er meer dan dat bedrag is. Dus welke van de twee is juist? Dank u wel, meneer De Graaf. Dan wil ik het woord geven aan de wethouder, meneer Van Martels. Dank u wel, voorzitter. Voor het beantwoorden van deze vragen, ik voel me eigenlijk heel comfortabel bij dit onderwerp, omdat we eigenlijk hiermee weer een belangrijke stap hebben gezet om de sociale infrastructuur in Dalsen te versterken. We hebben al eerder besproken het vrijwilligersbeleid, het mantelzorgbeleid, het armoedebeleid,
de buurtsportcoaches hebben aangenomen. En wat we dan ook steeds gedaan hebben, iedereen praat altijd over het feit dat er in de zorg steeds minder geld beschikbaar is. We hebben juist voor deze onderwerpen fors meer financiële middelen beschikbaar gesteld om maar aan de voorkant van het beleid te komen. En de vraag vanuit D66, die wil ik dan als eerste dan ook graag beantwoorden. Want het is natuurlijk nogal wat dat je als wethouder de luxe hebt om te kunnen zeggen dat het vorige beleid 195.000 euro beschikbaar was. En voor dit beleid maar liefst 690.750 euro. Dus dat is een factor 3,5, een half miljoen euro meer alleen al voor dit beleid. En dat is gigantisch veel. Ik denk dat geen enkele wethouder mij dit in de regio kan navertellen dat er zoveel middelen beschikbaar worden gesteld hiervoor. Dus dat geeft mij een comfortabel gevoel. Neemt niet weg dat natuurlijk dat je natuurlijk over de inhoud met duidelijke argumenten moet komen waarom je deze financiële middelen beschikbaar wil stellen, hoe je dat wil gaan doen, wie ervoor verantwoordelijk zijn. En daar zijn ook die vragen vooral op gericht die ik net heb horen stellen. Dus daar wil ik graag even met u langslopen. We willen in ieder geval in Dalfsen slim investeren en bezuinigen dus niet op projecten die zich uitbetalen. En wij geloven dus in de projecten die voorgesteld worden. Een belangrijke vraag bij een aantal partijen, heeft het nou wel of niet de inzage gelegen? In Kernpunt is het bekendgemaakt. Het heeft niet in Kernpunt gestaan. Dat is een fout van onze kant. Die vraag is ook al eerder gesteld en dat heeft u ook gezien daar de schriftelijke beantwoording op was. Naar aanleiding van de vraag die het stichtingsbestuur van de Mozaïek heeft gesteld. Die stelde ook die vraag, heeft het in Kernpunten gestaan? Nee. Betreuren wij ook zeer dat dat misgegaan is. Neem niet weg dat genoeg partijen toch geweten hebben dat deze notitie dat die beschikbaar was. Vandaar dat er natuurlijk ook een aantal ingezonden reacties zijn geweest. En we hebben met name het stichtingsbestuur de Mozaïek ook in de gelegenheid gesteld om alsnog te reageren. Maar een fout van onze kant waar we onze excuses voor vragen. Een potje maatschappelijke duurzaamheid, dat is inderdaad een bedrag van 5750 euro. Ik heb hier alleen de opmerking staan, potje maatschappelijke duurzaamheid. En ik weet dat u mevrouw Schiphorst daar ook nog een vraag over had. Kunt u misschien, of was dat mevrouw Lasje die daar, kunt u die nog even stellen? Want dat is nog even ontgaan wat daar precies de achterliggende essentie van was. Ik wil wel vragen, want het heeft te maken met de motie die we ingediend hebben in 2015. Oh ja, ja. En of dit de uitwerking is van die motie. Deels. U deed daar destijds een hele goede suggestie voor. Maar dat hebben we vooral bedoeld om onder te brengen in het innovatiebudget van 250.000 euro per jaar. Zodat we partijen de gelegenheid geven om zelf met goede ideeën te komen. En u heeft ons dan op idee gebracht. En u heeft ook gedacht van het zijn niet alleen de reguliere welzijnsorganisaties die dit beleid moeten vormgeven, maar dat ook andere partijen in de gelegenheid worden gesteld om met goede plannen te komen als het gaat om signalering en preventie, vroeg signalering en preventie. Vandaar dat we dat met name het innovatiebudget daarvoor willen gebruiken. En we denken dat de suggestie die u ons aan de hand heeft gedaan, dat die daar op een goede manier invulling aan zal kunnen gaan krijgen. De welzijnskoepel die vraagt om een formele rol te spelen bij toekenning van het innovatiebudget. Dat vinden wij zelf eigenlijk niet zo'n goed plan, omdat we vinden eigenlijk dat de welzijnskoepel, de partijen Smon, Zwolle en Landsteden een onafhankelijke rol moeten kunnen blijven spelen. En stel je voor dat ze straks moeten gaan oordelen over het feit dat een aantal goede suggesties, projecten worden aangedragen en dat zij daar een rol in moeten gaan spelen. Dat betekent dus eigenlijk dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren en dat willen we toch voorkomen. Uiteraard gaan we op dezelfde manier verder met de manier waarop we altijd hebben gewerkt met de betrokken organisaties. Dat we in overleg gaan, dat we melding maken van welke plannen zijn binnengekomen. Overlap komt het niet te veel, is er niet te veel overlap met de eigen projecten die ze op dat moment voeren. Dus dat gaan we zeker doen. Het overleg blijft, maar de formele rol die ze graag willen spelen, daar zien we zelf wat minder, hebben we wat minder verduzie in. Gaat het vrijwilligers, er werd ook een vraag over gesteld vanuit gemeentebelangen, gaan we die ook ondersteunen? Nou ja, we hebben het vrijwilligersbeleid nog onlangs ter tafel gehad. En daar worden ook voorstellen gedaan om ook vrijwilligers te ondersteunen met cursussen en met tal van mogelijkheden om ze inderdaad
te ondersteunen. Maar dat vrijwilligersbeleid hebben we onlangs besproken. Lijkt me niet goed om dat vanavond tijdens de bespreking van het welzijnsbeleid nogmaals onder de aandacht te brengen. Maar ik zei al, willen we het echt goed doen, willen we de mensen ondersteunen die het nodig hebben, dan is het natuurlijk een samensmelting van al het beleid wat we in Dalfsen hebben. En dat is vrijwilligersbeleid hoort erbij. Ik zei het al, het mantelzorgbeleid, het armoedebeleid. Het is een optelsom van de factoren samen. Het penvoerderschap, dat wordt, als er een welzijnskoepel komt, dan gaat dat naar landsteden toe. Wat het precies gaat inhouden en welke vorm dat krijgt, weet ik zelf ook nog niet. Ik weet in ieder geval wel dat die drie partijen, samen tot een voorstel zijn gekomen om inderdaad tot een welzijnskoepel te komen. Daar zijn we zelf als gemeente ook heel blij mee dat het gaat gebeuren. En uiteindelijk moet je dan toch één aanspreekpunt hebben of één partij die het allemaal voor de ondersteuning zorgt. En dat is landsteden geworden. En dus wat ons betreft had het ook een andere partij mogen zijn, maar dat is hun eigen voorkeur en eigen initiatief daartoe. Dus prima zo. De rol en taken cultuur. Ja, we hoorden net bij de inspraak ook al dat cultuur zo'n belangrijke rol spelen bij het hele beleid in de gemeente Dalfsen. Ja, we hebben het prima verwoord, denk ik, in de notitie. Dat wordt ook wel onderkend. Alleen cultuur is de mozaïek die zegt van, nou, wij merken daar dan zo weinig van. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat we nu met de cultuurhuizen in gesprek zijn. En niet alleen met de mozaïek, maar ook met de trefkoelen, met de wiekelaar, met de schakel. En in Honorst zijn we in overleg vandaag nog weer overleg gevoerd. Dat gaat erover over het feit van, hoe willen we elkaar nou in de toekomst, hoe gaan we met elkaar om? En welke verwachtingen hebben we van elkaar? En de afgelopen jaren, dan moeten we eerlijk toegeven, zijn we te weinig in gesprek gegaan met die cultuurhuizen. En dat betekent ook dat iedereen zo zijn eigen gedachten heeft hoe en welke rol de cultuurhuizen willen spelen. En in Leemleveld zien we een erg groot initiatief om ook die welzijnsactiviteiten te ontwikkelen. Bij andere cultuurhuizen zien we dat weer wat minder. Maar het enige wat ik naar voren wil brengen is van, wat dat betreft zijn we een beetje uit elkaar gegroeid en hebben we niet meer precies voor ogen wat verwachten we nou van elkaar. En dat moeten we eerst scherp krijgen. En die vraag werd gesteld, bent u al in overleg met de mozaïek? Ja, er zijn al 2 keukentafelgesprekken gevoerd. Dus we zijn op de goede weg, denk ik. Maar we zijn nog niet tot overeenstemming gekomen. En zij willen inderdaad een hele grote rol spelen in het welzijnsbeleid om dat ten uitvoering te brengen. Zijn we het ook helemaal met elkaar eens? Alleen, hou wel even goed vast, wat spreek je met elkaar in het voortraject af? En dat willen we nog eens een keer herijken. En voor dat, ja, dat is eigenlijk de discussie die loopt naast het feit dat we hier die welzijnnotitie hebben liggen. Maar we moeten dat natuurlijk wel goed voor ogen hebben, hoe we dat vorm willen geven en welke rol het stichtingsbestuur in Leemleveld, de mozaïek, welke rol zij kunnen krijgen. En ze geven zelf ook al aan, het zou mooi zijn als het allemaal in elkaar overgaat en dat ze allemaal het welzijnsbeleid vorm willen geven. En daar zie ik ook allerlei mogelijkheden toe. Maar die gesprekken zijn gaande en er komen echt wel uit, daar ben ik van overtuigd. En bovendien hebben zij ook nog de mogelijkheid om via het innovatiebudget natuurlijk de projecten die zij graag vorm willen geven, om daar een aanvraag voor in te dienen en op die wijze ook heel actief welzijnsactiviteiten te kunnen ontplooien. Even kijken, hoe vaak wordt de gemeente bijgepraat? Mevrouw Schippers, volgens mij was u degene die dat vroeg. Ik denk dat het misschien ook heel goed zou zijn. We hadden destijds de kwartaalrapportage sociaal domein. Misschien dat gaan we straks halfjaarlijks doen. Misschien dat het 2 keer per jaar goed zou zijn om ook tijdens die rapportages dit onderdeel gewoon nog even aan de orde te brengen. Dus met alle plezier dan op die momenten. Waarom worden bepaalde zaken niet genoemd? Er wordt ook nog bij de insprekers nog genoemd werk en inkomen. Waarom wordt het helemaal in het beleid niet, is daar geen sprake van dat daar een notitie over is, of tenminste geen opmerking over wordt gemaakt? Nou, het is echt niet zo dat wij volledig zijn met deze notitie. We zeggen al, we gaan van output naar outcome, maar we gaan vooral van aanbodgericht naar vraaggericht. Dus als er vragen zijn die er leven, dan is dat ook een taak voor de welzijnsorganisaties om daarop in te spelen en zo de witte vlekken op te vullen. En daar is het hele welzijnsbeleid op gericht. Voorzitter, ik weet niet of ik compleet ben geweest en anders wil mevrouw Klunder misschien de vragen die ik heb laten liggen nog even. Maar dat vraag ik via u natuurlijk, want u moet daar toestemming toe geven. Ja.
Nou, u hebt een uitgebreide beantwoording gedaan. Het kan zijn dat ik zelf ook even wat gemist heb, maar twee vragen. Ik dacht één van de ChristenUnie dat het welzijnbeleid 2017 ingaat en dat de aanvragen voor 1 november binnen moesten zijn en dat daar dan een jaar moest laten liggen. En de tweede vraag van D66, u noemde wel een bedrag van 697.500. En de tweede vraag van de ChristenUnie was 5.750, of dat een eenmalig bedrag was, of dat dat per aanvraag gold en hoeveel aanvragen betreft het dan. Mag ik nog aanvullen? Ja. Onze vraag over de niet-uitkeringsgerechtigde werklozen. Die laatste vraag dacht ik beantwoord te hebben. Doordat ik zei, want we zijn misschien ook niet helemaal volledig in deze notitie. Maar we spelen uiteraard in op de vragen die er liggen. En als daarop ingespeeld moet worden, doen we dat graag. En over die 5750, dat is het totale bedrag. Dat geldt ook voor die andere bedragen, die werden op dezelfde manier geformuleerd. 435.000, of 435.000, die andere 250.000. Plus 5750 is 690.750 en het was 195.000. Een verschil van 500.000 euro. En mevrouw Plunderbe kan misschien die andere vraag over de 1 november vraag beantwoorden. Dank u wel, meneer Van Martels. Meneer De Graaf, u bent echt van D66 en niet van de ChristenUnie. Maar u wou nog even reageren? Alsjeblieft. En of er nog een lijstverbinding in zit, dat weet ik niet, maar dat zien we over 2 jaar wel. Vaak zijn we het eens met elkaar. Nee, over die 57,50, dat is me op zich wel helder. Maar in de beleidsnotitie staat toch echt in de bijlagen per aanvraag. Dus dan moet de beleidsnotitie erop aangepast worden. Bladzijde 16 van de bijlagen. Ja? Tweede linie van handen. Mevrouw Klunder, mag ik u het woord geven over deze vraag en de overstaande vraag nog van de ChristenUnie? Ja, absoluut. Zoals die bedoeld is en zoals die er volgens mij ook staat, is dat technisch gezien een aanvraag in deze subsidie maximaal 5750 euro kan bedragen. En dus ook minder kan zijn, maar maximaal dat bedrag. Ik blijf nog even eigenwijs, want ik citeer nu subsidienormen. De subsidie bestaat uit een bedrag van maximaal 5750 euro... per aanvrager, punt. De subsidie kan voor een periode van maximaal 4 boekjaren worden vastgesteld. Dat is wat er staat. Ja, dus als er een aanvraag binnenkomt en deze bestaat uit de aanvrager vraagt 5750 euro, dan kunnen we hem toekennen. Hè, maar dan is er maar één aanvrager. Dan is er technisch maar één toekenning. Klopt. Ja, dus maar dit leidt wel tot verwarring. Dezelfde wijze is gehanteerd bij de innovatie. Oké. Okay. Dus technisch gezien kunnen er ook 2 aanvragen van 2000 euro worden toegekend. En dan is er nog een beetje over. Dat is de wijze van... Ik laat het aan jullie. Ja. Ik snap wel de verwarring. En even kijken, de vraag over 1 januari 2017 ingaan beleid. Wij gaan ervan uit dat als u volgende week hopelijk dit beleid vaststelt, dat we 1 november 2016 dat de deadline wordt voor de aanvragen voor 2017. Dank u wel, mevrouw Klunder. Mevrouw Lasje, wou u hier nog op reageren? Nou, niet op dit punt, maar op twee andere vragen waar ik nog geen voldoende antwoord op heb gehad. Oké. Dank u wel. Het gaat over dat de inzage leggen. Het gaat me er niet zozeer om of het... dat heeft wel de inzage gelegen, alleen het stond niet in kernpunten. En ik snap dat er nog wat extra tijd is gegeven, maar het gaat mij erom... kan dat... Als de regels voorschrijven dat je dat in kernpunten moet vermelden, dat dan zo op die manier onze inspraak geregeld is, kan je dan nu zeggen van nou is niet helemaal gebeurd, maar geef niet, we laten het zo, we gaan gewoon verder. Wij vragen van onze burgers dat ze zich ook aan de afspraken en de regels houden, dus moeten we dat zelf ook doen? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag gaat toch over het potje maatschappelijke duurzaamheid, want het is precies het bedrag waar wij in onze motie om hebben gevraagd. We hebben gevraagd om het daar te bestemmen voor initiatieven voor maatschappelijke duurzaamheid, sociale duurzaamheid. En ik snap dan niet zo goed dat de wethouder zegt dat het dan gestopt wordt in het potje voor innovatie en dergelijke. Terwijl er een potje is, een subsidieregeling is, precies voor dat bedrag, wat precies over die sociale duurzaamheid gaat. Dus ik snap het antwoord van de wethouder niet zo goed. En daaraan dan gekoppeld, is dat nou wel of niet die uitwerking van onze motie? Dat was het, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Van Martels.
Ja, dat laatste, dat is voor een groot deel de uitwerking van de motie, maar niet volledig, denk ik. Ik bedoel, we hebben volgens de geest van de motie hebben we gehandeld. En dat wil zeggen dat u vroeg om ruimte te bieden aan organisaties, anders dan de zorgaanbieders, aan allerlei organisaties, om ook in ieder geval, als het gaat om welzijnsprojecten, om die te initiëren, om daar ruimte voor te bieden. Zo hebben we hem gelezen. En we zijn nog veel verder gegaan dan wat u beoogd hebt. Want u vroeg volgens mij destijds om 23.000. U zegt, dit bedrag komt overeen met die 5750. Volgens mij had u het toen over een bedrag van 23.000. Dus wij zijn nog veel verder gegaan om het bedrag tienvoudiger eigenlijk, om 250.000 euro beschikbaar te stellen voor dit dergelijke initiatieven waarvan wij dachten dat u dat beoogt. En dan de andere vraag, als het gaat over, het heeft niet in kernpunten gestaan, kan dat dan? Kernpunten is één manier om duidelijk te maken dat er notitie te inzagen ligt. Het heeft ook bijvoorbeeld op allerlei plaatsen gelegen, ook bij bibliotheken in het gemeentehuis. Dus er zijn wel op andere manieren hebben we de mogelijkheid gezocht om die notitie onder de aandacht te brengen. En dat is blijkbaar ook heel goed gelukt, vandaar dat ook een aantal partijen gewoon wel hebben gereageerd. En wij denken dat het niet in de weg hoeft te staan om nu te zeggen van, nou, laten we het dan nog eens een keer helemaal over gaan doen. En dan, ja, u weet zelf al wat voor, ook voor praktische bezwaren dat zal hebben. En dan zijn we, dan gaan we die 1 november en 2017, dan gaan we zeker niet halen. Dat zou wel heel jammer zijn. Dan gaan we weer kostbare tijd verliezen aan iets waarvan we zeggen van, ja, formeel had het wel gemoeten. Maar ja, laten we ook praktisch blijven. Het heeft wel degelijk, is het onder aandacht gebracht, alleen niet via kernpunten. Dank u wel, meneer Van Martels, voor deze beantwoording. Dit gehoord hebbende denk ik dat we overgaan naar de opinierende gedeelte van dit agendapunt. En wie mag ik als eerste het woord geven over met de opinie van dit welzijnsbeleid? Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de notitie toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020. Een gedegen beleid dat tot stand is gekomen in overleg met Smonden, Landsteden Welzijn en Zwol. En al lezende bekropen ons het gevoel, het is nogal wat. En dat bedoelen we niet negatief, maar wel, het is een hele opgave. Er staat letterlijk in budgetneutraal omdat preventie en vroegsignalering dure zorg kunnen voorkomen. En preventie, u stelt ook letterlijk dat preventie, vroegsignalering en goede innovatieve oplossingen uiteindelijk zorgen voor minder grote problemen bij inwoners, minder zware indicaties, minder zorgkosten en dat het fijn wonen en werk is in de gemeente Dalfsen. Een prachtige omschreven ambitie. Maar ook wel een, nou, de lat is hoog gelegd, laten we het zo zeggen. In het raadsvoorstel zegt u zelf ook al dat, dat dit op voorhand niet bewezen is. En dat het pas op lange termijn duidelijk zal worden. En wij zijn heel benieuwd of dit inderdaad de consequenties zullen zijn van dit welzijnsbeleid. Er wordt gesteld dat het meedoen in de samenleving belangrijk is voor het zelfstandig blijven wonen, het langer zelfstandig blijven wonen, maar ook voor het op tijd signaleren van problemen als uitkomst van dit welzijnsbeleid. En wij denken echter ook dat het meedoen in de samenleving in eerste instantie belangrijk is voor het welbevinden van mensen en dat daar ook het welzijnsbeleid ook over gaat. En dat missen wij in eerste instantie in de notitie. Later komt het in de gewenste effecten gelukkig wel terug. En dat het welbevinden van mensen een belangrijk punt is. Het is net ook al in de vragenronde aan de orde gekomen. Er wordt veel van vrijwilligers gevraagd. Zij worden op enige manier toch verantwoordelijk gemaakt voor het signaleren van mogelijke problemen en of ondersteuningsbehoeften. Natuurlijk zitten daar professionele mensen omheen binnen het welzijnswerk die goed in staat zijn daarin te begeleiden. Maar toch, vrijwilligerswerk is inderdaad iets wat iemand vrijwillig kiest, omdat hij het leuk vindt om met bepaalde mensen om te gaan, om daar een stukje zorg en aandacht te bieden. En laagdrempeligheid is daar toch wel een voorwaarde voor. Dus tuurlijk hebben ze een rol en tuurlijk moeten ze ook mede signaleren, zou heel fijn zijn.
Maar dat betekent ook wel, en u zei al van dat is een vrijwilligersnotitie ook wel geregeld, of in het vrijwilligersbeleid wel geregeld. Maar ik blijf het toch nog benoemen. Dat vraagt iets van de vrijwilliger en daar moet ze ook in ondersteund worden. De gemiddelde voetbaltrainer is niet opgeleid om problemen bij iemand thuis te herkennen door het gedrag van die persoon. En dat mogen we ook niet verwachten, denk ik. Dus laten we daar reëel in blijven. Het betrekken van de betrokkenen, de doelgroep, de mantelzorgwerkgroepen bij uitvoering van het beleid zoals de participatieraad daarom vraagt, heeft ook onze sympathie. Evenals de rol van de cultuurhuizen die toch een thuis zijn voor de welzijnsorganisaties, laat ik het zo zeggen. Het is een nieuw ingeslagen weg die veel vraagt van de welzijnsorganisaties. Maar een van de vorige insprekers was vorig jaar mevrouw Scheumaker van Welzijn Ouderen hier in van Landstede Welzijn. En zij gaf destijds aan dat de welzijnsorganisaties hier klaar voor zijn. En dat zij mogelijkheden en kansen zien in die nieuwe verantwoordelijkheden. En dat blijkt ook uit de manier waarop er is meegedacht. Dus dat is hoopgevend. En wij vragen nu om oog te houden voor de taakverzwaring binnen de welzijnsorganisaties en hierover in gesprek te blijven. En ook in dit opzicht, heel parallel, is preventie en vroegsignalering belangrijk om ervoor te zorgen dat de welzijnsorganisaties en hun vrijwilligers plezier houden in hun belangrijke werk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een notitie met een duidelijke visie. We hebben gezien dat de opmerkingen gemaakt bij de bespreking van de kadernota zijn meegenomen. Onze dank daarvoor. We zijn het eens met de richting die wordt gekozen. En ik noem een aantal zaken die we daarin belangrijk vinden. Het eerste, inzet op preventie en vroeg signaleren en uitdagen tot innovatie. En dat mag wat kosten. Het tweede, het toewerken naar één welzijnskoepel, inclusief geld hiervoor beschikbaar stellen. Het derde, twee subsidieregelingen rond innovatie en versterken burgerkracht en sociale duurzaamheid. Erg belangrijk. We blijven een beetje verschillen met de wethouder over hoe de motie nou is ingevuld. Maar dat er iets gebeurt en dat er subsidie is, daar zijn we het echt van harte mee eens. Vierde punt, er is goede aandacht voor het beschrijven van de prestaties en de monitoring. We hebben een aantal kritische opmerkingen, of meer kritische opmerkingen. Het eerste, inzetten op één welzijnskoepel mag niet ten koste gaan van het kerngericht werken en de samenwerking met al die plaatselijke maatschappelijke organisaties, met al die vrijwilligers. Zij zijn immers onze samenleving. Het tweede, ook nu weer de opmerking om niet te optimistisch te zijn. Winst maken in welzijn gaat met kleine stapjes en is niet direct te meten. Er liggen grote opdrachten in de samenleving als het gaat om de uitwerking van de verandering in het sociaal domein. En dat kan niet allemaal tegelijk. Dat geldt ook voor de financiën. De winst komt pas later. En het laatste punt, ja dat kan niet missen, gaat over communicatie. Bij communicatie staat niet van toepassing. Nou, daar begrijpen we helemaal niets van. Het is juist wel van toepassing. Neem burgers mee. Het gaat toch om sociale duurzaamheid. Een mooi onderwerp voor de verschillende gemeentelijke informatieavonden. College, ik zou zeggen, grijp die kans. Samengevat, voorzitter. Wij vinden het een goede notitie met veel mogelijkheden. We kunnen instemmen met de gemaakte keuzes en voorstellen en hebben aandacht gevraagd voor de lokale samenwerking, reële verwachtingen en een goede communicatie. We wensen iedereen die hierbij betrokken is veel succes. Het gaat immers om het welzijn van ons allemaal. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. En de opinie van de CDA voor u. Iedereen doet mee. Samenwerken, samenleven, samen zorgen. De samenleving maak je samen. En welzijn is voor alle burgers belangrijk. We hoorden het vanavond ook al. Het proces om dit welzijnsbeleid op te stellen is er eentje geweest van veel gesprekken, bijeenkomsten, horen, luisteren, discussiëren, ervaringen delen. Onze complimenten daarvoor. Ook voor alle betrokken organisaties die hebben ingebracht, meegedacht en hun reactie hebben gegeven. Pardon. Op wat belangrijk is om het hoofddoel fijn wonen en werken binnen de gemeente Dalfsen te kunnen realiseren. We zien een gedragen welzijnsbeleid. En de stad- en kadernotitie van april 2015 heeft dat opgeleverd. We hebben wel vier aandachtspunten. Dat de maatschappelijke stage voor het CDA een middel is om onze jongeren vroeg te laten kennismaken met onze samenleving is bekend. In samenwerking met de scholen en maatschappelijke organisaties. Een maatschappelijke stage organiseren betekent vaak eens een vrijwilliger
altijd een vrijwilliger. Uit onderzoek is gebleken dat dat het effect is van de maatschappelijke stage. En de vrijwilligersmakelaar vanuit het vrijwilligersbeleid zet zich daar al actief voor in. Maar we lezen de verbinding met de welzijn nog niet. Ik bedoel daar met name het vinden en binden van de o zo belangrijke vrijwilligers. En via dit middel zijn toch wel successen te behalen. En niet alleen met een foldertje, zoals dat nu wordt geroepen. Als tweede punt, de link met mantelzorgers is groot. En het belang om in samenwerking met de mantelzorgorganisaties dit te organiseren, willen wij als CDA benadrukken. Punt 3. De subsidieregeling voor innovatieve preventieprojecten in het sociale domein spreekt ons aan. Net als de ChristenUnie uiteraard. En uit de beantwoording hebben we gehoord dat er geen formele rol is van de welzijnskoepel, maar dat overleg zal plaatsvinden. En daar houden we u aan, voorzitter, wethouder. Er wordt meer vraaggericht ingezet, als vierde punt, en er wordt gestuurd op resultaten en maatschappelijke effecten. De indicatoren zijn middelen om kwaliteit en kwantiteit te meten. En als prestatie zullen richting 2020 duidelijke effecten zichtbaar en meetbaar moeten worden. Dat voelt goed en we zijn benieuwd naar de ontwikkelingen. Er wordt geëvalueerd en we danken voor de toezegging om dit halfjaarlijks met de Raad te delen. De welzijnsorganisaties dragen bij aan de kwaliteit van de samenleving. Betrokkenheid gaat boven bureaucratie en we zien een volwaardige rol voor de welzijnskoepel. Het CDA zet zich in voor minder onnodige regels en meer aansluiting op de terugtrekkende rol van de overheid. En in het nieuwe beleidsplan is dit in ieder geval duidelijk georganiseerd. De gemeente die steeds meer faciliteert in plaats van regisseert. Gemeenteparticipatie, wat ons betreft, in optima forma. Waardering hebben wij voor de drie lokale partijen die gaan samenwerken en het welzijn verder vorm gaan geven. Dat vinden wij bijzonder goed georganiseerd, zo'n integrale samenwerking. De leefbaarheid in kleine kernen is afhankelijk geworden van de inzet en samenwerking van de lokale welzijnsorganisaties en plaatselijke belangen. Kerngericht en het lokale gezicht, dat is dus de kracht van het welzijnswerk. Het budget is een groot bedrag, maar wat het CDA betreft wordt het budget voor welzijn wel besteed. De samenleving maak je samen. Wij gaan akkoord en willen onze complimenten uitspreken. Succes. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor deze welzijnsnota, die gezien de ingangsdatum ruim op tijd aan ons wordt voorgelegd. Onze complimenten daarvoor. Dank ook voor de stevige financiële inzet op dit zo belangrijke onderwerp. Deze inzet waarderen wij zeer. Minder blij zijn wij met het gevoerde proces. Of in ieder geval, wij vinden het erg belangrijk dat iedereen die met het onderwerp te maken heeft, de kans heeft gehad om te reageren. Wij begrijpen dat een foutje kan plaatsvinden, maar wij zouden het erg betreuren als hierdoor mensen en of organisaties de boot gemist hebben. Dan inhoudelijk over de nota. Welzijn richt zich volgens ons met name op preventie in plaats van zorg. Het punt is ook al eerder ingebracht door de insprekers. En dit betekent dat er geen doelgroep is, tenminste geen specifieke doelgroep. Er is geen bakje met potentiële welzijnscliënten. Dat zijn we immers in meer of mindere mate allemaal. Het gaat erom te zorgen dat mensen niet kwetsbaar worden. Daar is welzijnswerk voor. Hiervan zien wij nog onvoldoende terug in de nota. Deze opmerking, zoals gezegd, heb ik ook teruggezien in de reactie van de participatieraad, onder andere. Wij kunnen ons dan ook prima vinden in de door de participatieraad gedane concrete voorstellen. Met name het punt van het betrekken van de kernen, maar daar zou ik graag aan het midden toevoegen, de cultuurhuizen en overige vrijwilligersorganisatie is voor ons een belangrijke. Wel is het voor ons de vraag of al onze plaatselijke belangen, die genoemd werden in de reactie van de participatieraad, hiervoor geëquipeerd zijn. Maar dat is wat ons betreft voer voor nadere uitwerking. Wij hebben als gemeenteraad zelf deze participatieraad in het leven geroepen. En zien ook graag dat haar advies serieus wordt genomen. Verder vinden wij het moeilijk gevoel te krijgen bij de precieze afspraken die gemaakt worden met de welzijnorganisaties. Er staat, ik quote, de opdracht is ruim geformuleerd zodat er ingespeeld kan worden op ontwikkelingen en vragen uit de samenleving die passen binnen de gestelde maatschappelijke doelen. Dit klinkt mooi, maar komt op ons ook wat vaag over. Hoe kunnen wij monitoren of het welzijnswerk werkelijk bijdraagt aan de preventie in onze gemeenschap? Daarnaast vinden wij dat burgerinitiatieven de vrijheid moeten hebben zelf initiatieven op een eigen wijze te ontplooien. Samenwerking is daarbij altijd goed, verplichte winkelneren met bestaande welzijnsorganisaties niet. Wij vragen ons af of deze nota niet toch te veel drempels opwerpt om als burgerinitiatief aan de slag te gaan. Samenvattend, wij zijn erg tevreden met de inzet
van deze notitie. Maar wij zouden graag zien dat er meer wordt gedaan met de inspraaknotitie van met name de participatieraad. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer De Graaf, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik ben bang dat het een herhaling van inhoud wordt, maar dan toch ook maar mijn bijdrage. Laat ik ook beginnen met onze waardering uit te spreken voor de beleidsnotitie Welzijnsbeleid 2017-2020. Het is een uitvoerig beschreven visie en uitwerking van beleid binnen de kaders van de eerder door de Raad vastgestelde startnotitie. Door ook de prestatieindicatoren op te nemen, wint dit beleidstuk aan waarde en legt het een uitstekende basis onder het welzijnsbeleid van deze gemeente. Het is goed om te merken dat de betrokken en geraadpleegde partijen over het algemeen positief gestemd zijn. Stichting Welzijn Ouderen Lemelenveld, Zwol, begint haar zienswijze met een mooie openingszin. Het welzijnsbeleid krijgt een nieuw gezicht en dat, voorzitter, is een juiste en positieve weergave van deze vernieuwende benadering. De uitgangspunten voor het toekomstig gericht welzijnswerk, waarbij preventie en vroegsignalering als kernbegrippen zijn opgevoerd, delen wij van harte. Gewaakt moet echter worden voor het in de notitie regelmatig terugkerende argument dat hierdoor duurdere zorgkosten mogelijk worden vermeden. Het zou mooi zijn als dat het effect is, maar dat streven mag, afgezet tegen het primaire doel van welzijnswerk, niet maatgevend zijn. Welzijnswerk, en het is al gezegd ook door mevrouw Repkema, welzijnswerk is er voor iedereen en voor alle mensen die geholpen zijn met extra aandacht, ondersteuning en begeleiding. Met als doel dat het hen helpt in hun welbevinden en maatschappelijk of sociaal functioneren. Laten we ons in de benadering niet beperken tot alleen ouderen, jongeren of kwetsbaren. Het zijn allemaal typeringen die beperkend kunnen werken. Het voornemen om met de drie partijen Landsteden, Zwon en Zwol onder één koepel van aanbieders het welzijnswerk uit te voeren, is een mooie voortzetting van bestaand beleid in een nieuwe jas. Door daarnaast fors veel geld te investeren in innovatieprojecten, breng je noodzakelijke vernieuwing op gang. Niets is echter moeilijker dan veranderingen en vernieuwing door te voeren met bestaande partijen. Het innovatiefonds geeft ook andere partijen de kans inbreng te leveren en kan de uitvoerende partijen helpen vernieuwing door te voeren. D66 deelt de mening van het college dat de drie uitvoerende organisaties nadrukkelijk betrokken worden bij deze innovatieprojecten, maar niet zelf aan de beoordeling en besluitvorming van de projecten deelnemen. Toewijzing van vernieuwende projecten dienen niet de uitvoerende organisatie, maar moeten een meerwaarde opleveren voor de mensen die het aangaat, altijd vanuit de vraag, wordt de klant er beter van? Voorzitter, u voelt hem al aankomen. Wij kunnen ons van harte vinden in de beleidsnotitie. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Ik hoor de commissie in grote meerderheid de waardering uitspreken voor dit voorstel voor welzijnsbeleid. Toch heeft eenieder toch nog wel aandachtspunten. Zou u daar nog op kunnen reageren, meneer Van Martels? Dank u wel, voorzitter. In ieder geval hartelijk dank voor de waarderende woorden. Het is een mooie notitie geworden waarin we ambitieus zijn. En ik beluister wel heel goed dat partijen wel moeite hebben met het feit, wat ook door de participatieraad ook al naar voren is gebracht, dat we te veel de nadruk leggen op de kwetsbare volwassenen en de ouderen alleen. En we dat gewoon breder moeten gaan trekken. Ondersteun ik van harte. Ik denk dat we daar ook mogelijkheden toe zien. Dus dat wil ik inderdaad beloven, dat we inderdaad ook dat het breder gaan trekken. En het voor het jongerenwerk is, zoals gezegd al met Simon, een aparte notitie geweest en een aparte aanpak. Maar het woord kwetsbare volwassenen zullen we dan toch tussen aanhalingstekens zetten. Uiteraard hebben we daar aandacht voor, maar ook we gaan het dan wel iets breder trekken. Ik denk dat ook, er zijn gewoon mogelijkheden voor. En zeker ook gezien het innovatiebudget, maar ook in overleg met de welzijnspartijen om dat op een goede manier ten uitvoering te brengen. Als het gaat om welzijnswerk, eigenlijk is het gewoon heel bazaal een stukje menselijkheid toevoegen aan de samenleving. En dat is wat we beogen met dit beleid. En overheid, in dit geval de gemeente en die welzijnssector, die streven natuurlijk toch wel, en ik tenminste daar heb ik altijd de indruk, wel hetzelfde doel naar.
En ik hoop dat we dat als uitgangspunt kunnen nemen om ook de komende jaren op die manier met elkaar verder te gaan. En daarbij helpt het in ieder geval dat de gemeenteraad unaniem positief is over deze notitie. Het steunt ons enorm en geeft ons mogelijkheden om het goed in uitvoer te brengen. Dank u wel, meneer Van Martels. Ja, dan alles overziend. Ja, heb ik net ook al gezegd dat de grote meerderheid van deze commissie instemt met dit voorgestelde welzijnsbeleid. Er zijn hier en daar er zijn nodige punten meegegeven aan het college. En daar noteer ik twee toezeggingen dat we halfjaarlijks een evaluatie krijgen. Dat u toch de betrokkenheid van andere partijen, dat u dat toch breder wilt trekken en daar ook mee in gesprek gaat. En dat u kwetsbaren eigenlijk tussen aanhalingstekens wil zetten. Dat bekijkende zeg ik dat dit als hamerstuk door kan naar de raadsvergadering van volgende week. En daarmee hebben we dit punt afgesloten. En misschien wat aan de vroege kant, maar het is welzijnsbeleid. Laten we een lekker pakje koffie erop drinken dat we dit in zo'n grote meerderheid hebben. Ja, het college aangegeven hebben hiermee door te gaan. Dan heropen ik nu de vergadering en dan gaan we verder met punt 5 van de agenda, rijkwijde en detailniveau milieueffectrapport uitbreiding windpark Nieuw-Leuzen. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola, dit agendapunt is voorbereidend besluitvormend. En op 22 april 2013 heeft de gemeenteraad hier in Dalsen besloten mee te werken aan het plaatsen van maximaal 3 extra windturbines indien de exploitatie komt te liggen bij Nieuw-Leuzen Synergie. En voor de exploitatie van de windturbines een aparte rechtspersoon wordt opgericht. Hierbij is aangegeven dat er sprake moet zijn van burgerparticipatie en of energieverbinding met de dorpskernen. Om de windturbines uiteindelijk te kunnen plaatsen, moet het bestemmingsplan worden herzien en wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Er wordt nu van de raad gevraagd om te bepalen hoe dat rapport eruit moet gaan zien. Ik wil dit in 2 ronden gaan behandelen. Eerste ronde waar u vragen kwijt kunt. En wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer De Graaf, D66. Nou, voorzitter, ik heb een hele korte vraag, dus ik ben snel klaar. Kan de wethouder zeggen wat de levensduur is van de huidige 3 turbines? Met andere woorden, wanneer zijn deze aan vervanging toe? Dank u wel, meneer De Graaf. En mevrouw Van Dam nog van harte welkom als ambtelijk ondersteuner van de heer Agricola. Wie mag ik? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Nijburg. Geeft niet, het zit vlak naast elkaar. Ik sluit aan bij de vraag van D66, want onze vraag is ook, zou de wethouder heel expliciet kunnen uitleggen wat er gebeurt met windmolens die afgeschreven zijn? En dan maak ik hem iets ruimer, het gaat niet alleen om die 3, maar het gaat om al die windmolens die er staan. Wat gebeurt er als ze weg zijn? Moet dan donker shot komen? Of, ja, u weet het maar niet. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben 2 vragen. Die zijn wat technisch van aard. Ik verwacht ook niet direct een antwoord, maar ik wil eigenlijk graag van de wethouder horen of die aanvullende onderzoeksvragen, of die zich daarin kan vinden. En de eerste vraag, dat is dat in de conceptnotitie NRD, dat is die notitie rijkwijde en detailniveau, daar worden de onderzoeksgebieden en de bijbehorende onderzoeksvragen naar ons idee helder en compleet weergegeven. Bij het item veiligheid, daar lijkt de onderzoeksvraag nu gericht te zijn op externe veiligheid. En de vraag is, kan in de plan MER aanvullende aandacht voor de veiligheid van de inrichting zelf besteed worden? En de tweede vraag, het is Nieuw-Leuzen Synergie, die heeft de bereidheid uitgesproken om technische maatregelen te willen nemen om de overlast voor de buurt te beperken. En dat willen ze doen door op het moment dat de buren veel buiten vertoeven, om dan de molens stil te zetten. En dat betekent minder draaiuren en daardoor dus ook een lagere opbrengsten.
Kan in de projectmer dit punt en de effecten daarvan op zowel de verlaging van de overlast als ook de financiële consequenties uitgebreid aan bod komen? En dan zouden we dat graag zien voor alle scenario's en niet alleen voor het voorkeursscenario. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Aan het voorliggende voorstel zijn enkele raadsopdrachten vooraf gegaan. Genoemd wordt het raadsvoorstel van 13 mei 2013. In dat voorstel wordt de opdracht voor uitwerking bij Synergie Nieuw-Leuzen neergelegd. Niet genoemd is het aangenomen amendement op de aangepaste routekaart in het meerjarenplan duurzaamheid 2012-2013. Dat betreft als amendement dat ziet op het volgende, citaat: nadrukkelijk zal worden gestreefd naar burgerparticipatie en of energieverbinding met de dorpskernen. Voorzitter, u noemde het wel. Maar hoe kan het dat in het voorliggende voorstel die laatste opdracht niet terug te vinden is? Tweede vraag. Bij de uitbreidingsmogelijkheden is met name gekeken in noordelijke richting. Naar zuid is niet echt gekeken omdat daar meer woningen aanwezig zijn binnen een afstand van 350 meter. Die afstand is echter slechts beperkt relevant. Het gaat er in onze ogen om hoeveel bewoners hinder kunnen ondervinden van de te plaatsen molens. In Noord zijn nagenoeg geen grondonderbrekingen in het landschap, waardoor de molens van grote afstand zijn te zien en wellicht ook te horen. Als dat landschapsaspect wordt meegenomen, geeft het dan een ander beeld van de mogelijkheden? Derde vraag. Bij het voorgestelde meronderzoek wordt nadrukkelijk niet gekeken op detailniveau. In hoofdstuk 3.1 wordt zelfs nog aangegeven dat in verband met de snelle ontwikkelingen slechts van voorbeeldturbines zal worden uitgegaan. Bekend is echter dat naast afstand, hoogte, windrichting en vermogen van de turbines ook zaken als turbinetype en vleugelvorm van grote invloed zijn op de te verwachten belasting op de omgeving. Het is zelfs zo dat elders in het land, bijvoorbeeld windschoten, daar specifieke eisen aan worden gesteld. Kunt u aangeven of in het meronderzoek aandacht kan worden besteed ook aan die aspecten? Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Broeren, geen vragen. Dan wil ik het woord geven aan de wethouder, meneer Agricola. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal trachten op alle vragen een antwoord te geven. Mocht het niet lukken, dan zal de mevrouw Van Damme bijstaan. Als eerste, wat is de levensduur van de molens? Dat is heel moeilijk te zeggen, meneer de Graaf. Want de eerste molens, en dan kijken we namelijk naar de molens in de polder, die draaien er volop. Maar de verwachting is, moet berekenen, tussen de 15 en de 25 jaar. ChristenUnie, wat gebeurt er met de molens die afgeschreven zijn? Nou, dat is heel mooi, want dan leveren ze extra geld op. Maar in ieder geval, normaliter zouden die molens afgebroken moeten worden wanneer ze niet meer in gebruik zijn. En dat zou je ook kunnen regelen in de vergunning die je afgeeft. Dan de gemeente Blaren, de onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen die u noemt, meneer Hof, die kunnen we zeer zeker voorleggen aan de commissie MER, die die onderzoekspunten zoals genoemd zijn mee gaat nemen. En daar zouden we deze aan kunnen toevoegen. Dan de vragen van het CDA. Meneer Lochtenberg, ze zijn vrij specifiek en technisch van aard. Het was misschien makkelijker geweest dat u vooraf deze vragen had gesteld. Dan was het makkelijker geweest. Ik wil de voorzitter vragen om met name over deze vragen mevrouw Van Damme even het woord te geven. Dank u wel, wethouder. Mevrouw Van Damme, aan u het woord. De heer Lochtenberg had het over een amendement bij de vaststelling van het duurzaamheidsbeleid of duurzaamheidsprogramma. Ik heb het niet even scherp wat daar nou precies in stond, maar dat is ten opzichte van burgerparticipatie en of energieverbinding staat daar volgens mij in. Dat komt telkens ook weer terug. En daarover is nu de synergie nog druk aan het kijken hoe zij dat vorm gaan geven. Maar een van de eisen die zeker hier ook weer terug zou komen bij vaststelling van alle plannen is dat daar een goede invulling aan wordt gegeven in ieder geval. Dus op welke wijze er de omgeving kan of misschien wel breder geparticipeerd kan worden in het project of dat er in de vorm van energie
wat gaat gebeuren. Alternatief richting het zuiden is ook door een van de mensen genoemd die een reactie heeft gegeven op de nota. En deze wordt in ieder geval meegenomen om in het onderzoek om toch ook de effecten daarvan in beeld te brengen. Dus die wordt ook voor het grootste deel in ieder geval op alle onderzoekspunten in ieder geval belicht en aangegeven of dat als het niet verder onderzocht wordt, waarom dan niet in ieder geval. In het type molen en rotorbladen, al dat soort dingen. Om een goed vergelijk te maken wordt eigenlijk één type gekozen, een vergelijk tussen de alternatieven. Natuurlijk kunnen daar bij het voorkeursalternatief nog een nadere uitwerking komen. En dan gericht op hoe kun je nog meer omgevingshinder daarmee voorkomen. Maar het gaat denk ik te ver om daar bij elk alternatief ook nog weer alle type turbines in beeld te gaan brengen. Volgens mij heb ik dan alle vragen gehad. Dank u wel, mevrouw Van Dam. Aanvullend nog even op de onderzoeksvragen van gemeentebelangen. De heer Hof, de antwoorden hierop, worden die opgenomen in de notitie voordat die vastgesteld wordt voor volgende week? Wethouder? Die antwoord of die vraag die de heer Hof stelt, die zullen we voorleggen aan de commissie Mer. Ja, oké, dat is duidelijk, maar dat u dat gaat doen, maar... Wordt de notitie zoals die nu voor ligt daardoor veranderd naar volgende week maandag toe? Daar zal, als we u goed vinden, mevrouw Van Dam even een toelichting op geven. Mevrouw Van Dam. Net zoals met de punten die of die zijn ingebracht in de nota zienswijze, kunnen we die ook daarin opnemen als ingebrachte punten die nader onderzocht moeten worden. Oké, dank u wel. Meneer De Graaf, u had een aanvullende vraag. Ja, voorzitter, op het gevaar af dat ik al te precies ben vanavond. Ik vroeg naar de levensduur van de turbines, dat weet ik nu, 15, 20 jaar. Maar vroeg ook wanneer de huidige aan vervanging toe zijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Meneer Gikkela. Ik heb tegen u gezegd 5 tot 25 jaar. En als de huidige aan vervanging, wanneer de huidige aan vervanging toe zijn, daar kan ik u geen antwoord op geven. Dat weet ik gewoon niet. Oké, we hadden het misschien niet samen, maar het is wel helder. Ja, dat is ook duidelijk. En dan wil ik overgaan naar het openierende gedeelte van dit agendapunt. En dan kijk ik even rond. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst even het antwoord op de vragen. Ik twijfelde even, maar ik neem aan dat het inderdaad aan de voorkant meegenomen wordt en het uiteindelijke resultaat voorgelegd wordt aan de commissie MER. Ik zie een knikkende bevestiging, dus dat is voor mij voldoende. Dan de opinie. In 2013 heeft de gemeenteraad met geringe meerderheid ingestemd. Met de plaatsing van maximaal 3 windmolens, onder de voorwaarde dat Nieuw-Leuzen Synergie de exploitatie gaat doen en er veel aandacht voor de omgeving en burgerparticipatie is. Om de effecten op het milieu goed te beoordelen, daar moet er een plan MER opgesteld worden. En het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente, die moet beoordelen of er een project MER noodzakelijk is. En in het voorliggende geval heeft de initiatiefnemer samen met de gemeente inmiddels besloten om dat gewoon in een totaal gecombineerde MER uit te gaan voeren. Nou, dat waarderen we zeer. De eerste stap daarvoor is nu gezet met het NRD. Het is een degelijk stuk. En Nieuw-Leuzen Synergie die geeft daar wat ons betreft ook mee aan dat ze de omgevingseffecten serieus nemen. Maar we begrijpen ook wel degelijk de zorgen vanuit de buurt. Die zijn ook duidelijk verwoord in de verschillende zienswijzen. En overlast en hinder van windmolens, dat is nu eenmaal een gegeven. En dat is jammer, maar dat kunnen we niet wegnemen. Maar we zijn wel positief over de manier waarop Nieuw-Leuzen Synergie tot nu toe de omwonenden betrekt
informeert, met voorstellen tot verlaging van overlast komt en ook de bereidheid heeft om tot een aanvaardbaar mogelijke eindsituatie te komen. We willen wel benadrukken dat in die uitwerking van de MER de rode draad van die zienswijze, extra aandacht voor die interne veiligheid en de effecten op het beperken van die draaiuren, dat dat meegenomen wordt. Onder punt 1.3 van het raadsvoorstel, daar is aangegeven dat er nog geen voorlopig advies aan de commissie MER is gevraagd. Nou, dat is ook niet verplicht en dat is wat ons betreft ook niet nodig. Wel willen we het tegelijkertijd afwikkelen van de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, dus de, zeg maar, de zogenaamde coördinatieregeling, dat willen we wel als randvoorwaarde aan het college meegeven. Het maakt het gehele proces niet alleen voor de indieners als de raad, maar ook voor de omwonenden een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. De diverse scenario's waar een voorzet opgenomen is in het stuk, dat hebben wij voor kennisgeving aangenomen. Er volgt voor alle betrokkenen nog een intensieve periode van vervolgonderzoek, overleg en besluitvorming. En wij hebben op dit moment geen voorkeur daarin. We wachten eerst het onderzoek wat er gaat komen wel af. De eerste stappen daarin die zijn gezet. En dat is naar ons idee tot tevredenheid. Dus we verwachten dat de rest van het proces in dezelfde lijn zal verlopen. Dat de mening van de omwonenden, het effecten op het milieu en de buurt en de doelstellingen van Nieuw-Leuze synergie, dat die voldoende belicht worden. En dat er uiteindelijk een aanvaardbaar voorkeursalternatief uitkomt. Ten slotte moeten we met z'n allen ervoor zorgen dat er een energievraagstuk, wat toch al een lastig op te lossen probleem is, dat we daar aan werken. En ja, dat kan niet zonder consequenties voor de omgeving. We zijn er wel op voorhand van mening dat de uitbreiding voor het genoemde gebied, dat daar het eindpunt nu wel bereikt moet zijn. Wij kunnen voor zover het er nu ligt met de toezeggingen van de aanvullende onderzoeksvragen, kunnen wij wel instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Hof. Meneer De Graaf, D66. Dank u, voorzitter. Allereerst, aanleg of uitbreiding van een windpark is altijd een afweging tussen aantasting van het leefklimaat tegenover de klimaatdoelstelling van de gemeente. Waar je ook molens gaat plaatsen, er zullen vrijwel altijd mensen zijn die er in wooncomfort op achteruit gaan. Het realiseren van de klimaatdoelstelling die we onszelf hebben opgelegd is echter het belang dat ons allemaal aangaat. De uitbreiding van het windpark Nieuw-Leuze is mooi voor de gemeente, omdat de opgewekte energie lokaal wordt gebruikt. Mooi is ook dat het hier een burgerinitiatief betreft en tenslotte is het mooi dat de gemeente zelf een zeer beperkt risico loopt. Als D66 moeten we hier wel 100% voor zijn en dat zijn we dan ook. We realiseren ons dat we er nog niet zijn en meerdere stappen gezet moeten worden. Met als belangrijkste onderdeel de MER, waarin de alternatieven in beeld worden gebracht en de bezwaren die zijn ingebracht ook beoordeeld worden. De indieners worden hiermee serieus genomen en krijgen nog alle gelegenheid te reageren op de uitkomsten van de MER. Ook de gemeenteraad komt in het volgende stadium ook nog ruimschoots aan bod. Prima, allemaal. Er zijn wat onze fractie betreft nog drie belangrijke aandachtspunten die we het college willen meegeven. En waar we ook graag een reactie van de wethouder op krijgen. Als eerste, in het raadsvoorstel wordt gesproken over de invulling van de kwaliteitsimpuls groene omgeving, afgekort KGO. Wij zouden graag zien dat hierover vroegtijdig wordt gecommuniceerd. Zodra de MER een alternatief gekozen, zodra na de MER een alternatief gekozen wordt, moet ook zo spoedig mogelijk duidelijk worden wat het de omgeving van de windmolens oplevert. Wij kunnen het bezwaar tegen de uitbreiding waarschijnlijk niet wegnemen, maar misschien wel een beetje verzachten. Er wordt niet alleen ingeleverd in leefklimaat en wooncomfort, aanwonenden krijgen er dan ook een investering in hun omgeving voor terug. Laat hen dit duidelijk zijn. Benoem daarom de betekenis van het snel uitwerken van de KGO. Laat op een informatieavond bijvoorbeeld omwonenden zelf ook aandragen waar ze graag zien dat er geïnvesteerd wordt of verbeterd wordt in hun eigen omgeving. Ten tweede, het is ons duidelijk dat verdere uitbreiding na deze drie niet de intentie is en dat hierover afspraken zijn gemaakt met de provincie.
Maar we lezen ook dat er geen garanties kunnen worden afgegeven. Zeg nooit, nooit in het leven. Maar in dit geval zou ik het college toch willen vragen daar onder de huidige omstandigheden en met de wetenschap van nu volstrekt helder over te zijn en de opvatting ook te delen. En tenslotte vraag ik het college om in de MER ook expliciet de effecten van toekomstige vervanging van de bestaande turbines mee te nemen, zodat bij de definitieve beoordeling dit aspect meegewogen kan worden. Voorzitter, dit gezegd hebbende stemmen wij in met de beantwoording van de reacties en de adviezen op de notitie reikwijdte. Wat ons betreft kan deze worden vastgesteld. Goed dat er een gecombineerde procedure via de coördinatieregeling wordt doorlopen. Dat maakt de communicatie begrijpelijker voor alle betrokkenen en scheelt tijd. Wij stemmen hiermee in. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, de huidige snelle aantasting van onze leefomgeving die gaat ons aan het hart. En wij willen uitdrukkelijk onze verantwoording nemen voor behoud van een leefbare omgeving voor onze kinderen. Te beginnen in Dalfsen. Dat wij in Dalfsen een van de twee kansrijke gebieden voor windenergie in de provincie Overijssel bezitten, dat is toeval. Maar daar moeten we wel wat mee. Mede om te voorkomen dat de provincie voor ons gaat beslissen, hebben wij daarom ingestemd met het opstarten van de procedure die moet leiden tot de plaatsing van de 3 extra molens. Vanuit dat vertrekpunt zal onze inbreng zich met name concentreren op de volgende 3 aspecten. Beperking van nadelige invloed op de omgeving, het aspect inwonerparticipatie en een goede ruimtelijke inpassing. Als eerste die beperking nadelige invloeden. Voor beperking daarvan op de omgeving zijn aspecten als plaatshoogte, vermogen en andere technische aspecten van belang. Een aantal zaken wordt meegenomen in het MER-onderzoek. Zo mogelijk zien we de overige uitvoeringsaspecten aanvullend opgenomen en meegenomen in het MER-onderzoek. De aspecten die daar blijven liggen, dienen nadrukkelijk te worden opgepakt bij de verdere planvorming. En mevrouw Van Dam die gaf net al aan, de punten die wij noemden, over vorm en type bijvoorbeeld, en vorm, vleugelvorm. Als het niet meegenomen kan worden in die verschillende aspecten, dan is het wel zaak om ze vast te houden in de verdere planvorming. Beperking van nadelige invloed kan ook worden opgepakt vanuit de omwonendenzijde. Wij verwachten dat inzichtelijk wordt gemaakt welke invloeden gaan gelden op welke woningen en bedrijven. Zodat de inschatting kan worden gemaakt van mogelijk te verwachten schade of de aan te brengen beschermende maatregelen. Ten slotte is er de optie van de directe beïnvloeding van de hinder bij bepaalde weersomstandigheden door al of niet automatische afschakeling van 1 of meer molens. Dan de inwonerparticipatie. Synergie Nieuw Leuzen heeft de opdracht de omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengsten. Daar worden momenteel ideeën voor uitgewerkt. En we hebben vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Ook zijn er plannen dat inwoners van Dalfsen kunnen participeren in het project. Het lijkt ons wel dat er nogal wat inspanning en creativiteit nodig is om de duurzame initiatieven in de andere dorpen te betrekken. Zodat ook zij een extra basis vinden onder hun inspanningen. Ten slotte de ruimtelijke inpassing. Wij hopen dat de MER inzichtelijk maakt in hoeverre de verschillende varianten meer of minder belastend zijn voor de omgeving. Wat ons bevreemdt is dat aan alleen uitbreiding in noordelijke richting wordt gekeken. Heeft dat met de laagvliegroute te maken? Opstellingen die niet uitgaan van uitbreiding in lijn met de huidige molens, zoals voorliggende optie 3, hoeven wat ons betreft niet te worden uitgewerkt. Om in de terminologie te blijven, dat is niet in lijn met de oorspronkelijke keuze van deze raad. Wij hebben om redenen van esthetiek expliciet voor opstelling in lijn gekozen. Daar moeten we nu niet aan gaan tornen. Dan even over de toekomst. Er zijn een aantal dingen genoemd. Wij gaan ervan uit dat die opgepakt worden waar mogelijk in de MER en anders in de verdere planvorming. In zoverre gaan wij akkoord met het voorliggende stuk en met de aanpak. Met de toepassing van de coördinatieregeling, dat lijkt ons alleen maar een hele logische keuze in deze. Dus wij gaan, wat ons betreft, lijkt ons een prima aanpak en wij gaan akkoord met de voorliggende voorstellen. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de uitgebreide notitie. En dank ook voor de inzet van de gemeente in samenwerking met de provincie voor het begeleiden van Nieuw-Leuzen synergie bij het oppakken van de handschoen die wij als raad mede bij Nieuw-Leuzen synergie hebben neergelegd.
Wij zijn tevreden vast te kunnen stellen dat het proces rond de plaatsing van deze molens meer in synergie met de omgeving lijkt te verlopen dan bij de vorige windmolens het geval was. In dat proces zijn namelijk nogal wat zaken stuk gegaan, om het maar even zo te zeggen. Een stevige eis van onze partij om het samenwerken, het lokale draagvlak organiseren, was een stevige eis van onze partij om in te kunnen stemmen met de plaatsing van meer molens. Complimenten voor betrokken partijen. Wel is het nog afwachten hoe de definitieve afspraken tussen lokale omwonenden en Uleuze Synergie precies uit zullen pakken. Graag zien wij deze dan ook, maar dat staat ook in de notitie, dus dat is reeds toegezegd, deze afspraken terzijntijd terug in de raad. Vooralsnog hebben wij er een goed gevoel bij. Ons oordeel is akkoord, succes in Uleuze. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Ja, in lijn met wat door verschillende anderen ook al is gezegd. Het gaat hier om de uitbreiding van een windpark. Dat is bepaald geen pretpark. Maar het kan wel vreugde opleveren voor mensen als er mee geprofiteerd kan worden. En daar ligt voor ons ook een heel belangrijk aspect. Maximaal meedenken met de bezwaren die er zijn. En zoeken naar mogelijkheden om dat op te lossen. Dat spreekt ons zeer aan. Maar ook dat meeprofiteren van de buurt, mensen die heel dichtbij wonen, maar ook de totale gemeente via een Uleuze Synergie, dat past ons, denken we. Verder moet je kijken naar maximaal 3 windmolens op dit moment, zeggen we. Maar dat heeft wel te maken met andere vormen van duurzame energie, die hopen we in de toekomst ook gevonden zullen worden en kunnen worden toegepast. En tegen dat licht hebben we ook een vraag gesteld ten aanzien van het verwijderen van windmolens die niet meer gebruikt worden of op zijn. En u zegt al, ja, dan leveren ze geld op. Nou, het zou mooi zijn als dat vastgelegd kon worden in de vergunning, wat u in feite al zegt dat dat zou kunnen. Dat zou wij zeer op prijs stellen als dat ook daadwerkelijk gebeurt. Verder lijkt het ons ook goed om te kijken naar de inpassing in dat landschap. Daar hebben sommige anderen ook al wat over gezegd. We hebben in het verleden gekozen voor een lijnopstelling en het lijkt ons ook vreemd als je in één keer 2 grote erin zet, maar het zou goed zijn om dat wel mee te nemen in de afweging. Wat heeft dat voor effect? Al met al kunnen wij instemmen met het voorstel zoals het er ligt, met kennisneming van toezeggingen en vragen die er zijn. Dank u. Dank u wel, meneer Nijburg. Wethouder, u hoort een grote meerderheid voor de... of een algehele meerderheid voor dit stuk. Toch zijn er hier en daar wat kanttekeningen geplaatst, toevoegingen. Wilt u daarop reageren? Dat wil ik zeker, voorzitter. Dank voor uw reactie. De zorgen die door iedere fractie naar voren zijn gebracht is begrijpelijk. Met name ook de belangen van een wonende die door verschillende fracties, bijna alle fracties, naar voren is gebracht. We weten ook in de gesprekken met Synergie Uleuze dat zij daar ook zwaar aan wegen. En er wordt geprobeerd om met name de overlast die die molens zal met zich mee zal brengen voor de omgeving tot een minimum te beperken. Maar we moeten ook zo reëel zijn dat men het niet altijd iedereen laat zien. Kan maken. Je kunt nooit alle overlast kun je wegnemen. Maar doordat mensen mee kunnen participeren in die windmolens, is daarmee wel een belangrijk goed geworden. In die zin van worden de mensen zeer zeker ook gecompenseerd voor de schade die ze lijden. De KGO, wat met name ook door D66 naar voren is gebracht, dat is wel van belang dat de omgeving weet wat levert het op. En daarbij ook is gevraagd om een snelle uitwerking van deze KGO voor de omgeving is daarin zeer, zeer zeker wenselijk. Ook is naar voren gekomen door verschillende fracties. Er staan 4 van Dalfsen, 4 van Zwolle en 3 van Staphorst. En er komen nog eens een keer 3 molens bij. Dan is het ook wel een keer genoeg. U weet met name van dat in deze raad ook het standpunt van de provincie hierin is vastgesteld. En ook toen het ter besluitvorming voorlag, is er uitgebreid over gesproken. Genoeg, is daar toen ook gezegd. Maar de provincie heeft ook gezegd, wij kunnen het garantiebewijs daar niet bij afgeven. Heel veel valt en staat ook met de afspraken die rijken en provincies weer gaan maken met elkaar. Maar uiteindelijk
is het laatste woord over meer windmolens ligt bij u als raad. Maar uw boodschap is van begin af aan heel helder geweest en het hebben wij ook gecommuniceerd met gedeputeerden. Dan ook de toekomstige vervanging als molens af zijn. Van ja, blijven ze niet troosteloos staan. Maar zeer zeker ook een punt is om wanneer molens niet meer gebruikt zijn, wanneer ze af zijn, om dat ook in de vergunning te regelen, dat ze ook daadwerkelijk opgeruimd worden. Kortom, er is al een traject gelopen. Er zijn al twee bijeenkomsten geweest met de omwonenden. En daarnaast zal de komende tijd zal de omwonenden zeer zeker ook nauw betrokken worden bij dit hele proces. En wij zijn ook in afwachting wat er uit de MER-onderzoeken komt. En wat dat betreft, u als raad bent straks aan zet, want u als raad zal straks daar een definitief besluit over moeten nemen. Maar kortom, wij gaan met vertrouwen dit proces in en we hopen dat een feestje, maar dat wil ik niet benoemen, maar in ieder geval dat het een procedure wordt en een proces waar winnaars uit naar voren komen in plaats van verliezers. Dat als toevoeging, voorzitter. Dank u wel, wethouder. En dan concludeer ik dat alle fracties instemmen met het voorliggende stuk. En dat er grote aandacht gevraagd wordt, vooral over de inwonersparticipatie. Hoe het ingevuld wordt, et cetera. En ik hoor u ook zeggen dat u daar op allerlei fronten aan wilt meewerken. En dan concludeer ik dat dit als hamerstuk naar de raad van volgende week maandag kan. Voorzitter. Meneer Nijber. Volgens mij heb ik ook nog de toezegging gehoord van de wethouder dat hij in de vergunning zal opnemen dat die molens worden afgebroken bij uitdienen. Wethouder. Ik heb gezegd, zo net ook weer, als molens af zijn en niet meer gebruikt worden, dat ze dan afgebroken worden en niet blijven staan. Dat vinden wij ook een stukje verantwoordelijkheid die je ook moet nemen richting de omwonenden. Maar de exacte vraag was, gaat dit in de vergunning? Wij zullen het meenemen in de vergunning. Dan noteer ik dit ook als toezegging. En sluiten we dit punt definitief af. En gaan we verder met de 6 van de agenda. Dus een informerend stuk mogelijkheden herbevestiging veehouderijen op onbebouwde locaties, buitengebied. Wederom is de verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Bij de behandeling van de begroting van 5 november 2015 is door het CDA een motie ingediend over het aanpassen van de mogelijkheid voor hervestiging op onbebouwde locaties van veehoudersbedrijven in het buitengebied. Hoewel deze motie is verworpen, heeft het college wel een toezegging gedaan om dit punt in de eerste kwartaal 2016 met een notitie bij de gemeenteraad terug te komen. Het college geeft daarbij aan dat het opstellen van extra beleidsregels om ongewenste situatie van hervestiging te voorkomen niet noodzakelijk is. De ambtelijke ondersteuning komt wederom van mevrouw Van Dam. En aangezien dit een informerend stuk is, wil ik dit in één ronde behandelen, dus zowel vragen als openierend. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. De motie kwam van ons af en ik wil dus ook graag even heel kort de achtergrond schetsen. Met u goed vinden. In de structuurvisie buitengebied van de gemeente Dalfsen is een mogelijkheid gecreëerd voor kansrijke agrariërs die binnen onze gemeente ruimtelijk in de knel komen. Zij kunnen onder voorwaarden het bedrijf verplaatsen naar het gebied globaal gelegen tussen Dalfsen en Nieuwleuzen. Een gebied waar nog enige ruimte is voor grootschalige agrarische ontwikkelingen. Bij de behandeling van de verplaatsing CQ nieuwvestiging van een tweede locatie van pluimveebedrijf Huisman afgelopen najaar is door het CDA geconstateerd dat er een lek zit in de huidige regelgeving van de gemeente Dalfsen.
Door het lek is het mogelijk dat agrarische ondernemers van buiten de gemeente zich nieuw vestigen in de gemeente Dalfsen, als ze eerst een bedrijfje opkopen dat door het uit te willen gaan breiden ineens een knelgeval oplevert. Er wordt dan dus eerst een knelgeval gecreëerd. Bij de begroting afgelopen november heeft het CDA inmiddels een motie op aangedrongen dat dit lek wordt gedicht. Volgens ons blijkt dat dit lek met het voorliggende voorstel niet wordt gedicht. Dat wordt ook bevestigd door de ambtelijke beantwoording van de technische vraag hierover die door gemeentebelang is gesteld. Wij vragen de wethouder of het mogelijk is om dit lek gedicht te krijgen zonder daarmee Dalfsense ondernemers te beperken in hun kansen. En zo ja natuurlijk hoe dat dan moet worden aangepakt. Voorzitter, Dalfsen heeft een prachtig buitengebied dat voor een belangrijk deel door agrarisch ondernemen tot stand is gekomen en dat nog steeds door hen wordt vormgegeven en onderhouden. Het landschap wordt door velen zo mooi gevonden omdat het relatief kleinschalig is en in die tijd al behoorlijk is volgebouwd, of in de tijd. Globale ontwikkelingen dwingen de moderne ondernemer echter tot schaalgrootte. Schaalgroottes die kunnen botsen met andere belangen in het buitengebied. De agrarische wereld zelf en de verschillende overheden zoeken daarbij continu naar mogelijkheden om de hinder voor de omgeving te beperken. Ook biedt het stoppen van veel kleinere ondernemingen weer kansen voor doorontwikkeling van de overblijvers. In sommige situaties bieden de omgeving en de mogelijkheden tot hinderbeperking echter onvoldoende soelaas om een bedrijf rendabel te kunnen blijven exploiteren. De natuurlijke en bedrijfseconomisch noodzakelijke groei kan ter plekke onvoldoende worden gerealiseerd. Ook komt het voor dat een bedrijf andere ontwikkelingen in de weg zit, zoals bijvoorbeeld bij uitbreiding van een bebouwde kom. Het beleid is dat in dergelijke gevallen eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden om van verplaatsing naar een vrijgekomen bestaande locatie, moet ik goed zeggen. Het beleid is dat in dergelijke gevallen eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden van verplaatsing naar een vrijkomende locatie, zoals terecht ook ambtelijk wordt gesteld. Verreweg de meeste vrijkomende locaties bevinden zich echt in een relatief kleinschalig gebied, waar geen ruimte is voor een echt grote onderneming. Dat heeft ons de recente aanvraag van de Maatschap Huisman wel geleerd. Voor die gevallen, voorzitter, biedt onze structuurvisie buitengebied die knelgevallenregeling. In het Jonge Heide ontginningslandschap Noord, globaal tussen de Hessenweg en het Westeinde, daar is nog enige ruimte voor herplaatsing van enkele knelgevallen. Een goede landschappelijke inpassing is daarbij natuurlijk voorwaarde. Omdat ook in dat gebied de ruimte beperkt is, wil het CDA die ruimte zo mogelijk ter beschikking houden van onze eigen agrariërs. Afgelopen najaar liep deze raad aan tegen een lek in die regelgeving, waardoor ook niet Dalfsense ondernemers een nieuw bedrijf zouden kunnen starten in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. Voorzitter, wij willen de put gedempt hebben voor het kalf verdronken is. We willen voldoende kansen behouden voor onze eigen agrarische ondernemers. Het lijkt geen acuut probleem en wij willen ook helemaal niet heel ingewikkelde regelgeving. En zeker niet als dat beperkingen aan onze eigen agrariërs op zou leveren, of voor onze eigen agrariërs. En we begrijpen ook wel dat herkomst geen ruimtelijk relevant argument is. Maar wellicht kunnen zaken als de verkoop voor buitenstanders minder aantrekkelijk maken door een tijdsbuffer aan te brengen bij de mogelijkheid tot verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten of iets dergelijks kan wellicht iets bieden. En voorzitter, dit stuk is informerend. En natuurlijk willen wij niet op de stoel van wethouder of ambtelijk apparaat gaan zitten, dus laten we de invulling, zeker de uitvoering, graag aan hen over. Maar met enige creativiteit denken wij dat er toch wat te bedenken moet zijn, iets wat ook justitieel verantwoord is. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik kijk even rond. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij nemen de uitleg van het college voor kennisgeving aan. We zijn tevreden over de analyse dat er in onze gemeente in principe geen ruimte is voor nieuwvestiging van landbouwbedrijven op nieuwe locaties, uitgezonderd die situaties waarbij het maatschappelijk belang gediend is. Daarbij als voorbeeld kun je geven grote infrastructurele projecten, natuurontwikkelingen, etc. Deze uitzonderingssituatie is nu juist wat wij wel van belang vinden. Zeker ook gezien de grote projecten die wij in onze gemeente hebben lopen draaien de komende jaar. Denk aan de Hessenweg, onder andere N377. Deze uitzonderingssituatie is dus zeker belangrijk. Mocht zich zo'n geval voordoen, zal deze altijd in de raad besproken worden. Dat staat ook duidelijk in de stukken. Dat is wat ons betreft afdoende om daarmee dat gat af te dichten, zo gezegd.
Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Ja, we nemen kennis van deze notitie over mogelijkheden tot hervestiging. De vraag is volgens ons, ja, wat moeten we doen, wat kunnen we doen? En misschien moet je daarbij zeggen, nog, wat moeten we nog doen, wat kunnen we nog doen? En wij vroegen ons als eerste af, en misschien kan de wethouder daar toch nog iets over zeggen zometeen, ja, over hoeveel knelpunten gaat het nu eigenlijk? Is in kaart hoeveel er zijn? Stel dat er straks maar twee zijn, ja, waar hebben we het dan over? Vervolgens gaat het ook nog om de hervestiging. Over hoeveel plekken gaat dat dan in het gebied waar we over spreken? En er is ook nog de mogelijkheid van uitbreiding van bestaand. Dus ja, voor ons is niet helemaal helder over hoeveel mogelijkheden we het nu hebben. En dan wordt er in een stuk steeds gesproken over er is een kleine kans dat we medewerking geven, er is een kleine kans dat. Alleen wij willen graag weten hoe groot die kleine kans is. Is dat echt een hele kleine kans? Nou, dan zou dat in een aantal van 2 of 3 genoemd moeten kunnen worden. En anders vinden we het al geen kleine kans meer. En nogmaals, we zijn het ook wel met het CDA eens dat je moet voorkomen dat allerlei mensen hier komen om knelpunten als het ware op te gaan kopen of te gaan creëren om vervolgens tot hervestiging over te kunnen gaan. Dat willen we ook voorkomen. Maar als het maar om 1 of 2 bedrijven gaat, ja, vragen we ons af of dat de regelingen allemaal moeten worden aangepast. Wat we wel belangrijk vinden is, ja, welke straal hanteren we, ook ten aanzien van volksgezondheid. Er is natuurlijk in het verleden door ons ook gevraagd naar onderzoeken bij het ministerie, onderzoeken van de GGD ten aanzien van volksgezondheid. Gaan we daar nog wat ruimer in zitten, maar dat is meteen ook lastig voor je eigen ondernemers die een bedrijf willen uitbreiden of willen starten. Dus dat er misschien aanvullende regels zouden moeten komen, dat zien we wel, maar wel heel voorzichtig nadat we in kaart hebben gebracht en gekregen over hoeveel bedrijven het nu eigenlijk gaat. Tot zover onze reactie. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik sluit me graag aan bij de aanvullende vraag van meneer Nijburg. Dat om hoeveel knelpunten hebben we het nu en is dat eenvoudig in kaart te brengen, dan zijn we daar wel naar benieuwd. De heer Luchtenberg die heeft de zorg die het CDA heeft nogmaals keurig netjes verwoord. En wij deelden destijds die zorg ook wel, maar waren niet overtuigd van de noodzaak om hierop het beleid aan te moeten passen. Ook wel omdat we het idee hebben dat de kans gering is. Maar ik ben benieuwd naar het aantal knelpunten wat we eigenlijk in de gemeente hebben. Het is wel goed om te lezen dat in vergelijking met het beleid van voor 2012, de plattelandsvisie, dat in ieder geval in het huidige beleid minder mogelijkheden zijn en betere randvoorwaarden dan voorheen. We hebben er in ieder geval wat op vooruit gegaan. Het is ook goed om te lezen dat door het vrijkomen van meer bouwblokken, dat de kans op het vinden van een geschikte alternatieve locatie op een bestaande plaats, om daarmee een knelpunt op te lossen, dat die kans steeds groter wordt. We hebben zoals genoemd een technische vraag gesteld en uit de beantwoording dan blijkt wel dat de kans wel klein is, maar dat een onwenselijke verplaatsing als bijeffect nog wel degelijk voor kan komen. We willen echter voorkomen dat we door aanpassing van het beleid een geringe kans op dit gebruik afsluiten en daarmee ongewilde beperkingen voor onze huidige ondernemers gaan opleggen. We zijn het wel met CDA eens dat dit wat kort op de bocht neergezet is en dat als het college mogelijkheden ziet om het eerste te voorkomen en toch de vrijheid en de mogelijkheden voor onze huidige ondernemers om die te behouden, dan juichen we dat zeer toe. In het voorstel of in de notitie, er staan nog een aantal overige punten genoemd ter overweging om als extra aanvulling in het beleid mee te nemen. Die hebben we gelezen. Die nemen we ook voor de toekomst nog eens in overweging. Maar het verfijnen van de beleidsregels, om dat nu te doen, dan vinden we eigenlijk die genoemde punten ondergeschikt aan de duidelijkheid en de consistentie van het huidige beleid. Dus we zouden dat op dit moment niet wenselijk vinden. Maar als we dat in een later tijdstip in zijn totaliteit nog eens herbezien, dan willen we dat wel heroverwegen. Maar op dit moment zien we geen noodzaak om het beleid aan te passen. Tenzij er duidelijkheid is van joh, we leggen een extra belemmering op voor het probleem wat de CDA schetst. En daarmee behouden we eigenlijk de vrijheden die onze lokale ondernemers nu hebben.
Dank u wel, meneer Hof. Meneer De Graaf? Nee. Meneer Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. De zorg die met name het CDA naar voren brengt, begrijp ik. Maar u hebt ook in een stuk kunnen lezen van dat dat op zich zal mee zal vallen. Met name is nu ook gevraagd hoeveel knelpunten hebben we momenteel. Nou, voor zover weten is er momenteel geen knelpunt. Anderzijds, als je de zaak aan gaat passen, of laat ik het anders zeggen, als de eigen boeren wel iets mogen en boeren van buiten mogen het niet, dan ga je discrimineren. En dat is ook niet goed. Datzelfde als een ondernemer uit Raalte zich vestigt in Balkbrug, dat die andere eisen heeft dan de mensen die in Balkbrug zelf zitten. En zo kun je vice versa verschillende zaken kun je dus benoemen. De kans die er nu nog is, die hebben we en die moeten we koesteren. Want als het aan de orde mocht kunnen zijn, dan is het de mogelijkheid die er nu is. Wil je dat niet, dan moet je dichtgetimmeren en dan sluit je de weg voor onze eigen boeren, sluit je ook af. Als je kunt nooit voorkomen dat een boer elders uit Nederland hier een bedrijf gaat kopen. Daar is iedereen vrij in. En ieder bouwblok, met uitzondering van het Jonge Ontginningsveld, heeft een bebouwblok van 1 hectare en daar is het 1,5 hectare. En dan is er nog een wijzigingsbevoegdheid van 1,5 hectare voor het college. Dus er is voldoende ruimte. En als je 1,5 hectare of 2 hectare vol hebt gebouwd, dan is dat heel wat. Wat ook even aan orde kwam is volksgezondheid. Daar waar ontwikkelingen zijn, met name, we hebben het ook gezien met het verplaatsen van Huisman, is niet verplicht, maar wij hebben als college wel geëist dat een GGD-onderzoek moest komen naar richting de volksgezondheid. En dat is ook door u gewaardeerd. Dus kortom, als je hier aan gaat sleutelen, het kan op 1 punt, maar dan ga je je eigen boeren ook schade aanbrengen. En dat er mensen van buiten komen, is minimaal. En als ze al van buiten komen, dan moeten ze sowieso voldoen aan de wet en regelgeving. Want je kunt niet zomaar dierenrechten en dergelijke meenemen in het andere delen van Nederland hier naartoe. Dus ik begrijp de zorg van het CDA. Maar daarnaast wil ik de kanttekening wel bijplaatsen dat dat praktisch niet zal voorkomen. Ik wil niet zeggen dat het nooit zal voorkomen, maar het zal praktisch niet voorkomen. Maar nogmaals, ik denk als je er wat aan gaat doen, dat je er meer schade toericht dan dat je goodwill hiermee gaat creëren. En verder verwijs ik u naar de ins en outs van de notitie die wij hierbij hebben geleverd. Dat is het, voorzitter. Dank u wel, meneer Grikla. U wou nog reageren, meneer Nijbeur? Voorzitter, ik vraag me af of ik nog goed begrijp dat er geen knelpunten zijn. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Gaan we nu weer iets oplossen wat er niet is? Ja, vraag ik me even in het algemeen af, hoor. Meneer Grikla? Er is momenteel geen knelpunt. Tenminste, niet bij ons bekend. Dank u. Meneer Lochtenberg. Ja, de motie zag er niet op knelpunten actueel hier binnen de gemeente. De motie ziet op een gat waardoor mensen die een bedrijfje hier kopen een knelpunt kunnen gaan creëren. En daarmee plotseling wel een probleem kunnen vormen hier. En daar zijn we het ook. Dat zou niet moeten, dat vinden wij ook. Je moet niet een knelpunt, hebben we al vaker gezegd, gaan kopen of gaan creëren. Maar je kunt ze niet kopen, want ze zijn er niet. Dus dan moet je ze gaan creëren en dat willen we niet.
Nee, en de toelichting van de wethouder is daarin wat tegenstrijdig. Want enerzijds zegt hij van, ja, iedereen kan kopen en dan kan die anderhalf hectare volbouwen. En daarna zegt hij van, ja, maar dan kunnen we altijd nog een volksgezondheidsonderzoek vragen. En dat past dus niet bij elkaar, want dan is het meteen een knelgeval en dan heeft hij recht op uitplaatsing. Meneer Griekelaar. Ja, meneer Lochtenberg, het knelpunt past nooit in de regelgeving. Dat weet u ook. Dus? Ja. Daar hebben we het nog net over. Dus daar kan hij dus ook niet ontstaan. Nou ben ik u even helemaal kwijt. Het knelpunt kan niet ontstaan? Nee, die zin, normaal kan een knelpunt niet ontstaan of men moet uit willen breiden. Nou, en dat is momenteel, is er geen knelpunt. En als het bij spreken van wat ik net ook zei, er is op de huidige bouwblokken, is er voldoende ruimte voor uitbreiding. Want dan hebt u in de laatste bestemmingsplan, hebt u daar verruiming in aangegeven. Mag ik u vragen waarom u dan meer gewerkt hebt aan de optie Huisman? Er waren toch voldoende kavels? In ieder geval bij de optie Huisman. Huisman heeft verschillende kavels onderzocht die niet geschikt waren. En waarom niet? Dat, die zegt van waarom niet, dat staat wel in de notitie die u hebben doen toekomen. En uiteindelijk hebt u als raad ervoor gekozen, of de meerderheid van de raad, om toch mee te werken aan het namen van het lokale bedrijf Huisman. Wij spreken al in nieuwbouw. Okay, Huisman is een lokaal bedrijf. En dit gaat denk ik verder dan het voorliggende onderwerp. Het voorliggende onderwerp is informerend. Mogelijkheden hervestiging veehouderijen op onbebouwde locaties buitengebied. En daarin is duidelijk gesteld dat er op dit moment geen knelpunten zijn. En dat wij niet alleen maar kunnen verkopen aan agrariërs in onze eigen gemeente, maar dat we wel in een vrij land wonen. Dus dat mag duidelijk zijn. En wil men hier verder op terugkomen, zou men dat toch op een ander tijdstip misschien met een motie vreemd aan de orde van de dag moeten doen. Maar ik concludeer bij deze dat de fracties hiermee akkoord zijn. En wil ik verder gaan met punt 7 van de agenda. Dan wil ik, voorzitter, hecht ik toch aan de slotverklaring. Jan? Want dit doet me toch erg veel denken aan, we stellen geen keeper op, want er wordt nog niet op kool geschoten. Ik wil dit voor kennisgeving aannemen en verder niet akkoord daarmee gaan. En ik wil verder met punt 7 van de agenda. En dat betreft voortzetting, overeenkomst en schuldhulpverlening 2016 met tussenevaluatie. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Martels. Wederom is dit stuk informerend. Het college heeft in december 2015 besloten om de tussenevaluatie vast te stellen, de samenwerking met enkele partijen te verlengen en het meldpunt armoede anoniem formeel stop te zetten. Dit collegebesluit is ter informatie aan de raad aangeboden en het staat nu op de agenda op verzoek van mevrouw Lasje. Ik wil mevrouw Lasje vragen een korte toelichting hierop te geven en gelijk openierend doorgaan met dit agendapunt. Dat zal ik doen, dank u voorzitter. En dank dat dit onderwerp nu op de agenda staat. Er zijn twee redenen waarom onze fractie heeft gevraagd om agendering. De eerste reden is dat schuldhulpverlening een actueel onderwerp is dat raakt aan veel andere onderwerpen rond armoede. In 2012 is het beleidsplan vastgesteld. Nu komt er een evaluatie en een aanpassing van het beleid rond schuldhulpverlening. En dat maakt het voor de ChristenUnie wenselijk om het hier te bespreken. Onze tweede reden voor agendering is inhoudelijk en gaat over de inhoud van de tussenevaluatie en het collegevoorstel. Hierover enkele opmerkingen. De eerste. Al lezend zijn we onder de indruk van alles wat wordt gedaan. En speciaal zijn we tevreden over de goede samenwerking tussen veel instanties en de verschillende vrijwilligersorganisaties die hier een belangrijke taak in hebben, zoals Humanitas en de nieuwe formulierenbrigade. Er zijn inmiddels meer initiatieven, zoals schulphulpmaatjes. Die brengen we ook graag onder de aandacht. Tweede punt.
Het meldpunt armoede anoniem is gestopt omdat er bijna niet wordt gemeld. We vinden het jammer. In geval van armoede is eigenlijk elke mogelijkheid om mensen in beeld te krijgen nodig. Tot 2013 werden er wel aanmeldingen gedaan. Is er sinds die tijd soms iets veranderd in de publiciteit? Het derde punt. De sociale kernteams gaan dit overnemen. Dat vinden we prima, maar er is meer. Er is een groeiende groep burgers die niet in beeld is bij de sociale kernteams, maar wel leidt onder armoedeproblematiek. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft recent 2 rapporten uitgebracht over blijvende armoede en dakloosheid. Er wordt gesproken over nieuwe groepen die een verhoogd risico lopen op armoede en over een toename van het aantal daklozen. Armoede is niet meer beperkt tot de multiproblemgezinnen waar het sociaal kernteam zich op richt. Hoe dan toch deze groep te vinden? Het vierde punt. Zoals al gezegd, er zijn en er komen nieuwe groepen armen. Daarnaast neemt het aantal casussen met complexe problematiek toe en ook het aantal mensen in de schuldhulpverlening. Heeft de gemeente voldoende zicht op deze problematiek en is aanvullend beleid soms nodig? Samengevat, voorzitter. De evaluatie laat zien dat er veel gebeurt op het gebied van schuldhulpverlening en dat er goed wordt samengewerkt. We zien daarnaast een toename van armoedevraagstukken en als onderdeel daarvan de schuldenproblematiek. En hierover hebben we 2 opmerkingen gemaakt. Eerste, is er voldoende zicht op de groeiende groep nieuwe armen? De tweede, nu de problematiek rond armoede en schulden lijkt toe te nemen, is er dan aanvullend beleid nodig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Broer, de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de ChristenUnie voor het agenderen van dit onderwerp. Ik wil me dan ook in grote lijnen aansluiten bij de vragen die gesteld zijn door de fractie van de ChristenUnie. Aanvullend, eigenlijk ook al gevraagd, maar wil ik toch ook nog even de nadruk leggen op het opheffen van de anonieme meldlijn armoede. Wederom wordt ons voorgesteld een voorziening op te heffen vanwege het feit dat deze weinig gebruikt zou worden. Wederom zonder ons inzicht te verschaffen in de kosten van deze voorziening. Ik doel even op vorige week toen we het hier hebben gehad over het servicepunt Lemelenveld. Wij zien zonder dat wij meer informatie hebben zeker een meerwaarde voor zo'n lijn. Doel moet zijn te voorkomen dat mensen al diep in de schulden zitten alvorens zij hulp krijgen. Voor mensen die normaal gesproken niet in het vizier zijn van de gemeente of andere instanties, kan een dergelijke meldlijn een uitkomst zijn. Wel kunnen wij ons voorstellen dat deze voorziening weinig bekendheid geniet. Is het geen idee dat nummers standaard bij gemeentelijke nummers in kernpunten te plaatsen? Dan wel, ligt het niet aan de communicatie. Dat is misschien onze opmerking bij dit onderwerp. Tot zover. Dank u wel, meneer Broeren. Ik kijk even verder rond. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ondersteun ik de heer Broeren met betrekking tot het meldpunt armoede. Wij hebben dat destijds ook ingediend als aandachtspunt. Wij snappen dat de sociale kernteams dit grotendeels over kan nemen. Maar hebben daar ook wel zorgen bij of deze punten of de dossiers zo goed genoeg aan de orde komen. Verder nemen wij de notitie informerend aan. Het is een duidelijke notitie. Wat ik wel een vraagstuk vind, is de grip op beschermingsbewind. Ik zie om mij heen dat de bewindvoeringsbedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten. Deze mensen moeten ook hun boterham verdienen. Ik lees in de notitie de groei van beschermingsbewind. Ik wil daarmee niets insinueren. Als bewindvoering nodig is, dan moet dat zeker. Dan is dat hard nodig. Maar het zou mooi zijn als we deze situatie zelf vroegtijdig signaleren en hulp kunnen bieden en dit kunnen voorkomen. Het blijft dus belangrijk om tijdig de vraagstukken in beeld te krijgen. Om de kosten te beperken en de middelen die er zijn zo goed mogelijk in te zetten. Dit laatste wil ik dan ook nog extra benadrukken. Dank u wel, mevrouw Rameman. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de heer Broeren met dank aan de ChristenUnie voor het agenderen van dit punt. Wij hebben op voorhand wat vragen gesteld aan de betreffende ambtenaar en waren blij te lezen dat de ambtelijke organisatie voorstaat om wachtlijsten te voorkomen. Want daar werd over gesproken op een gegeven moment. Omdat er de aanmelding voor hun humanitas pieken en dalen kennen. En men uitgaat van gemiddelde, maar er dreigt een wachtlijst te ontstaan. En het aantal uren werd gelijkgesteld aan het jaar daarvoor. Dus dat leek een tegenstelling. Maar er is toegezegd dat er per extra melding afzonderlijk een factuur kan worden gestuurd op het moment dat die boven de 25 uitstijgen. Dus dat is goed te weten. En voor stap 1 geldt hetzelfde. Daar is ook een toename. En dat heeft ook te maken met
hulpverleningstrajecten die doorlopen in het nieuwe jaar en nog uit het vorige jaar komen. En wat we niet in de evaluatie terugvinden of in het raadsvoorstel, maar wat wel is benoemd door de ambtenaar, is dat hier het aantal uren voor 2016 ook verhoogd is van 8 naar 12 uur per week. En daar zijn we erg blij mee. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer De Graaf, D66. Dank u, voorzitter. Het is goed dat we kennis kunnen nemen van het collegeadvies zoals het er ligt. Dan schrijft dat ook. Ik wil me met name verbinden aan het betoog van mevrouw Lascher. En dan in het bijzonder wat ik zou willen noemen de vindplaatsproblematiek van die situaties die we in de regel niet in beeld hebben. Dat geldt niet alleen in het, bij de schuldhulpverlening, maar dat geldt ook in het, op het gebied van welzijn, de WMO. Er zijn steeds mensen die kennelijk wel behoefte hebben aan ondersteuning in welke vorm ook, maar die we nog onvoldoende weten te traceren. Dus daar zou ik echt aandacht voor willen vragen om toch een methodiek te ontwikkelen waardoor met name de sociale kernteams daar beter feeling mee krijgen. Dat is het vooral. Dank u. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Van Martels, wilt u een reactie geven op de verschillende inbrengen van de fracties? Ja, daar voel ik me wel toe verschuldigd natuurlijk. Dat ligt voor de hand. Maar, want er zijn echt gerichte vragen gesteld. Nou, voor mij de belangrijkste vraag, is er aanvullend beleid nodig? Want is er voldoende inzicht op de nieuwe mensen die in schuld leven, nieuwe armoede? Of er een nieuw beleid nodig is, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar we zijn wel voornemens om heel goed te kijken naar de evaluatie van het kabinet. Want die komt in de loop van 2016 met een rapport over schuldhulpverlening. En we hebben wel geconcludeerd dat het verstandig is om eerst dat rapport af te wachten. En dan zal blijken of we inderdaad ook in lokaal gezien nog aanvullend beleid nodig hebben. Dus mijn voorstel is sowieso al van laten we dat rapport afwachten. Als dat snel komt is dat heel mooi en dan zouden we eventueel in de loop van dit jaar nog met of aanvullend beleid komen of in ieder geval nog een keer ook dit beleid misschien nog een keer met u willen toetsen. Dat is geen enkel probleem. Want u zegt ook al, het is een heel belangrijk onderwerp. Het wordt door alle partijen wel onderschreven. Is het natuurlijk ook, we zien in het sociale werk, kernteams ook, dat als er problemen zijn, multiproblem gezinnen vaak, dat toch bij 80% van de gevallen is altijd schuldenarmoede, is daar vaak bij in het geding, of sprake van bedoel ik. Dus zo belangrijk is het onderwerp wel degelijk. Vandaar ook dat het alle aandacht verdient. Maar is er voldoende aandacht op de nieuwe mensen die schulden hebben? We denken dat we voor een groot deel dat wel weten, omdat we namelijk die sociale infrastructuur waar we bij het vorige agendapunt als het gaat over notitiewelzijnsbeleid, omdat we die hele sociale infrastructuur zo sterk hebben verbeterd, denken we wel dat we steeds beter in staat zijn om alles goed in beeld te hebben. En dat nieuwe welzijnsbeleid moet dan wel ook nog meer vorm en inhoud krijgen, maar daarmee bereiken we tevens dat we veel meer zaken vroegtijdig kunnen signaleren. En ook als het gaat om dit onderwerp, dat we daar dan ook meteen de vruchten van kunnen plukken. Als het gaat om het meldpunt Meldarmoede Anoniem. Dat was in 2013 geïnitieerd volgens mij door het CDA. Toen hebben we gezegd dat het lijkt ons heel zinvol om daarmee te beginnen. In het begin, ja, inderdaad waren er wel reacties, maar het afgelopen jaar en ook dit jaar geen enkele. En mede vanwege het feit wat ik zo net ook benadrukte, de sociale infrastructuur goed voor elkaar krijgen, leidt ertoe dat we denken dat dat meldpunt eigenlijk geen toegevoegde waarde meer heeft. De sociale kernteams bestonden in 2013 ook nog niet. Dus al met al hebben wij de conclusie getrokken, laat het afschaffen. Maar ik heb er ook geen enkele moeite mee als vanuit de gemeenteraad men zegt van laat dat nog een, laten we dat in leven houden. Dan is, want als ook u vroeg daarna meneer Broeren van we hebben geen inzicht in de kosten. Nou, om de kosten gaat het in dit geval niet, want die zijn nihil. Dus dat is geen beletsel om het niet in leven te houden. Dus als er een meerderheid bestaat in de raad om dat eventueel nog het levenslicht te laten zien, dan is dat wat mij betreft geen probleem. Maar daar moet wel een meerderheid voor zijn. Maar laten we dan misschien, laten we ook iedereen in de gelegenheid stellen om daar nog even een tijdje over na te denken. Ik zei al net van,
We laten eerst het beleid van het kabinet, de evaluatie daarvan, tot ons komen. Dan komen we bij u terug en dan gaan we in ieder geval naar voren brengen. Gaan de wijzigingen plaatsvinden in het lokale beleid? Nou ja, dan maakt dit hier ook weer onderdeel van uit. En gaan we nog zaken veranderen, dan moet er sowieso een nieuwe notitie komen. Dus ik wacht een beetje af. Ik geef u ook de gelegenheid om daar wat lang over na te denken. U doet, mevrouw Raamman, ook nog een beroep op het feit van dat er voldoende aandacht is over het beschermingsbewind. En dat de middelen efficiënt moeten worden ingezet. Nou, ik hoop dat we met deze notitie hebben duidelijk kunnen maken dat we daar ook, ja, dat het ook onze zorg heeft en onze aandacht heeft. En hopelijk doen we dat op een efficiënte manier. En ik heb tot nu toe de indruk dat het heel efficiënt gebeurt. En dan stond er nog één bijlage bij, dat ging over de innovatieagenda van de GKB. We hebben verzuimd om die stukken waarvan melding werd gemaakt dat het eind 2015 tot uw beschikking zou komen. Dat hebben we daar nog niet naar voren gebracht. Daar zal ik in ieder geval voor zorgen dat u dat ook deze week nog krijgt. Maar er stonden verder geen schokkende zaken kwamen er naar voren. Alleen het GKB functioneert uitermate goed. Krijgt ook waarderingscijfer 7,9 van alle gemeenten die daarbij aangesloten zijn. Dat zijn er 20 gemeenten. Dus wat dat betreft is er geen reden om te zeggen van we gaan met andere partijen in zee. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Martels. Mevrouw Rameman, CDA. Ik wil hem even terugpakken over het meldpunt, want volgens mij hebben we al een beetje overeenstemming hierin. En volgens mij willen we allemaal wel graag dat hij weer terugkomt. Hij is al weg sinds 1 januari, maar volgens mij moet dat heel snel weer ingevoerd worden. Wat ik hier zo merk in de raadzaal, volgens mij hoeven we daar niet over na te denken. Mag ik daar een aanvullende vraag over zetten? Ja, voorzitter. Mevrouw Kappert. Want los van of het meldpunt terug moet komen, vraag ik me af of mensen voldoende weten waar ze zich kunnen melden op het moment dat ze vragen hebben. En of dat dan via een meldpunt moet of op een andere manier, dat is moment even. Maar is daar zicht op? Want u zegt, we hebben zicht op de mensen die hulp nodig hebben, maar andersom. Weten de mensen het pad naar de juiste hulpverlening toe? Want destijds toen de gemeentegids uitgegeven werd, heb ik een vraag gesteld over het feit dat daar niets genoemd stond over de schuldhulpverlening en waar mensen zich kunnen melden. En daarop antwoordde meneer Noten dat het niet passend was in de gids om dat soort details op te nemen. Ik vraag me het af. Maar goed, is dat voldoende duidelijk voor mensen? En dank u wel, mevrouw Kappert. Zijn er nog meer fracties die hierover willen zeggen? Ja, ik sluit me graag aan bij mevrouw Kappert. Het gaat ons ook met name om de algemene communicatie. We weten mensen waar ze terecht moeten. En daarnaast lijkt voor ons, als je dat koppelt aan een anoniem meldpunt, dat gewoon op dit moment, totdat er nieuwe inzichten zijn, zal ik maar even zeggen, de methode is voor ons. Dus dat zouden we erg graag raadsbreed vast willen stellen. Mevrouw Lasje. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik sluit hier graag bij aan. Hè. Wat was ook onze vraag? Van wat is er wel aan publiciteit gedaan? Is het te vinden? En dan toch wel vooral dat stukje die nieuwe mensen. Hè. Dus niet meer de sociale kernteams. Daar valt niet alles onder. Het gaat ook om die nieuwe groep mensen die in armoede dreigen te vallen. Dus ik ben het helemaal eens met wat net voorgesteld werd. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer De Graaf. Ik neem aan dat u zich ook wilde aansluiten. Ja, ik durf bijna geen nee meer te zeggen. Maar waar ik wel over zit te denken is, over het algemeen geldt bij mensen die dreigen in de schuld te geraken, niet altijd het inzicht aanwezig is om dat te onderkennen of de capaciteit hebben om daar uit te komen. En dan ligt het ook niet zo voor de hand om een anonieme melding te doen. En dan is signalering, zeg maar, in de praktijk eerder van toepassing. Dus daar zit een beetje mijn twijfel. Maar ik ben het wel eens met, zeker als het niks kost, om het in stand te houden. Maar kijk dan over een jaar nog eens opnieuw naar de effecten, waarbij communicatie zeker een belangrijk onderdeel is. Dank u wel, meneer De Graaf. Ja, dit rondje gemaakt hebbende, kunnen we denk ik concluderen dat het meldpunt anoniem, wat al weg was als ik
volgens mevrouw Rameman, dat we die toch weer in het leven roepen totdat we betere of meerdere cijfers hebben hoe het gaat lopen dit jaar, volgend jaar. Voor de rest hoor ik de wethouder zeggen dat er op dit moment voldoende aandacht is, dat u steeds beter in beeld hebt, ook te vroegtijdig signaleren, dat u daar nu al een stuk vruchten van plukt. Maar ik hoor u ook zeggen dat wij deze week nog een notitie krijgen, maar dan wordt dat niet meer behandeld, want dit is een informerend stuk en komt dus niet terug in de raad. Maar ik mag aannemen dat de notitie over het GKB, dat wij die inderdaad van de week krijgen. En mocht er dan toch nog vragen zijn, dat we u daar wel over kunnen aanspreken. Voorzitter, mag ik nog even een aanvullende vraag stellen? Ja. U heeft het net, geeft u aan van het meldpunt weer in ere herroepen. Maar dan wil ik wel graag ook van de wethouder, hoe gaan we dat communiceren? Hoe gaan we dat weer in de markt zetten? Nog even twee vragen, die van mij en van mevrouw Rameman. Het meldpunt meldt armoede anoniem, maar ik heb het veel breder opgevat. Met name wat ik dan toch wel tussen de regels doorhoor. Het is heel belangrijk dat mensen weten waar ze moeten zijn als ze een probleem aan willen kaarten. Bij welke instanties moeten ze zich dan melden, waar kunnen ze zich melden. En dit meldpunt kan één van de mogelijkheden zijn waar ze zich dan melden. En dat communicatie essentieel is om nog heel goed voor het voetlicht te brengen hoe dat dan naar voren moet worden gebracht. Dat is voor ons ook van grootste urgentie. Dus in die zin, ik wil best de toezegging doen dat we dat meldpunt weer gaan invoeren. Neem niet weg dat we... Ik ben even zoekende naar van wanneer we het weer op de agenda krijgen. Maar laten we eerst het kabinet... beleid ook wel even, dat we dan ook in die tussentijd weer kijken hoe dat meldpunt armoede anoniem op een voldoende manier gestalte krijgt. Ik bedoel, we gaan het invoeren, dat is één. Maar ik wil dan ook weer bij de volgende bespreking over dit onderwerp nog eens een keer weer de mogelijkheid hebben om te analyseren van, is dit meldpunt nog van toegevoegde waarde? En zijn we erin geslaagd om mensen duidelijk te maken van waar ze met hun zorgen moeten zijn als ze een zorgprobleem hebben? Nee, voorzitter, als ik even mag. Dat is helder. Alleen voor ons, totdat dat nieuwe beleid er is, zouden wij graag dat meldpunt weer actief zien. Met daaromheen een eenduidige communicatie. En als wij daar de wethouder even mee moeten helpen door een motie in te dienen, dan kunnen wij dat uiteraard maandag al regelen. Nou moet het wel een motie vreed van de dag zijn, maar ik hoor de wethouder heel duidelijk zeggen dat het meldpunt terugkomt en dat hij daar ook... over wil communiceren, maar dat hij voor de rest analyse en ook wil afwachten de evaluatie van het kabinet wat in de loop van dit jaar zal komen. Mevrouw Lasje wou ook nog even reageren. Ja, want ik had dat hebt u niet genoemd, maar ik had er over een toezegging van de wethouder gehoord dat hij nadat het kabinet geëvalueerd heeft ook hier terug zal komen met de evaluatie van het kabinet. Verweven in de, zeg maar, het beleid hier en dat we daar dan over kunnen spreken in de raad. Dus. Maar dan daarbij nog wel even de toevoeging van, het wil niet zeggen dat we met een nieuwe notitie komen. Het kan ook zijn dat de evaluatie van het kabinet onvoldoende reden is om een totaal nieuwe notitie te gaan dat is ook prima. Oh, sorry voorzitter, maar dat is ook prima. Maar dat er na wat terugkomt dan, het hoeft niet een hele nota te zijn als het maar terugkomt. Het komt terug, maar... Geef ons wel even de ruimte om ook zelf even naar aanleiding van die notitie met een goed stuk te komen. Duidelijk. De verschillende toezeggingen. Armoedebeleid komt terug. Meldpunt armoedebeleid, sorry. De evaluatie van het kabinet 2016 wacht u verder af. En naar aanleiding daarvan komt u ook terug bij de raad. En hiermee sluit ik dit agendapunt. En gaan we verder met punt 8 van de agenda. Kwartaalrapportage sociaal domein. 2015, vierde kwartaal, we hadden al eerder afgesproken dat we dat twee maal per jaar zouden doen. Dus halfjaarlijks. Maar het is moeilijk om daar na een
We doen dat liever in een heel jaar dan dat dat nu afgesloten wordt en dat we nu over het laatste kwartaal vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar gaan doen. Vandaar dus nog één keer de rapportage over één kwartaal en in vervolgens twee kwartalen. In principe in twee rondes of één ronde, dus zowel uw vragen als opinie in één keer. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer De Graaf van D66. Ja, voorzitter, de kwartaalrapportage is in lijn met de voorgaande. En ik maak graag mijn complimenten voor de opstellers van deze rapportage. Helder, duidelijk, maar ook niet helemaal compleet. En daarom heb ik daar nog wat vragen bij. Eerste vraag is aan de wethouder wat mogelijk is de ontbrekende informatie die nog niet beschikbaar was bij het opstellen van deze vierde kwartaalrapportage, om deze informatie alsnog beschikbaar te stellen op het moment dat die wel beschikbaar is. En dan eventueel schriftelijk aan de raadsfracties toe te sturen. Dat hoeft niet voor mij opnieuw op de agenda, maar dat we wel het totaalbeeld van de cijfers over het vier kwartalen in beeld krijgen. Vervolgens vraag ik me af of het raadzaam is om de vorm en inhoud van de rapportage onder de indicatoren kort te evalueren en aan te passen aan de nieuwe frequentie van twee keer per jaar rapporteren. Als ik nu kijk naar de rapportage, dan lees ik een paar keer dat er op de eerder gestelde indicatoren geen antwoord gegeven kan worden. Ja, dan kunnen ze waarschijnlijk ook verdwijnen. Of we moeten kijken of er wel een mogelijkheid is om alsnog die gegevens boven tafel te krijgen. Dus kortom, wellicht mogelijk om eens even terug te blikken op de indicatoren die we eerder hebben besproken, vastgesteld. De vraag is dan vervolgens, wanneer kunnen we de rapportage van de Ombudscommissie tegemoet zien? Die wordt niet in deze rapportage meegenomen, wordt ook apart benoemd. En dan heb ik nog een vraag aansluitend op de actualiteit. Uit een recentelijk onderzoek door Binnenlands Bestuur blijkt dat een kwart van de Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdrage die zij voor WMO-voorzieningen moeten betalen. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over het bedrag dat ze voor hulp moeten neertellen, ook niet als dit omhoog gaat, zegt het onderzoek. Vervolgens zeggen ze dan, gemeenten zijn minder pessimistisch over het aantal afhakers. Zij geven aan dat 1 op de 5, maar dat is ook al nog 20%, zorgbehoevende regelmatig afziet van zorg door de hoogte van de eigen bijdrage. Vorige week heeft de Tweede Kamer hier ook nog over gesproken. In dat onderzoek wordt ook gezegd dat 10% van de gemeente geen zicht heeft of inwoners afzien van de zorg. En als ik nu kijk naar de kwartaalrapportage, dan zou blijken dat de gemeente Dalfsen onder die 10% valt. Omdat er geen beeld te geven is. De vraag is dus aan het college of zij bekend is met het onderzoek, uitkomsten daarvan, en of het alsnog mogelijk is zicht te krijgen op het aantal zorgmeiders als gevolg van de eigen bijdrage problematiek. En dan relateer ik ook maar weer aan dat vindplaatsprobleem. Tot zover. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Deze voorliggende kwartaalreportage, ja, net als de heer De Graaf, daar missen ook weer verschillende gegevens. Mijn vraag is, heeft het college ook drukmiddelen om die organisaties eerder te laten leveren? Dan heb ik bij de WMO. In het vierde kwartaal is een extra WMO-consulent ingezet om de wachttijden weg te helpen. U verklaart de hoge instroom als een inhaaleffect op de vakantieperiode. Nou kan dat natuurlijk ook dit jaar weer gebeuren. Wij zien dan ook graag dat u tijdig maatregelen neemt, zodat er geen wachttijden meer ontstaan van enkele maanden. Bij de indicatoren wordt weer verteld dat die momenteel nog niet te leveren zijn. We hebben dan wel mooie cijfers en getallen op papier staan en dan lijkt het of alles goed is. Maar we zouden toch ook graag zien hoe het met onder andere de klanttevredenheid gaat. Maar nou lees ik net eventjes tussendoor dat volgens het jaarwerkplan wij in september over deze gegevens kunnen beschikken. Klopt dit? Bij de participatiewet hebben wij over het derde kwartaal gezegd dat de resultaten niet spectaculair zijn. Ook nu zien wij dezelfde tendens.
In de toelichting lezen we dat nog niet alle kandidaten voldoende geschikt zijn. Dat er wordt gewerkt aan het werk fit maken. Een vreemde opmerking. Gaat het hier om kandidaten uit de participatiewet reïntegratie of uit de participatiewet inkomen? Mocht dit laatste het geval zijn, is het dan een motivatieprobleem. Bij de jeugd doet het ons deugd dat hier de achterstallige administratie bij de aanbieders grotendeels is verbeterd. En ook dat achtergestallige gegevens zijn aangeleverd. Maar wij horen echter berichten dat er een financiële tegenvaller is in de regio Zwolle. Onze vraag is, hoe groot is het tekort en wat moet gemeente Dalfsen hieraan bijdragen? Nou, over de eigen bijdrage, de heer De Graaf had het er al over. Zorgmeiding. Die zouden we niet meer hebben. Maar dit betekent waarschijnlijk niet dat er geen zorgmeiders zijn. En dat u ze gewoon niet op het netvlies heeft. Dat zou ook kunnen. Dat was het wel zo'n beetje, denk ik, ja. Ja, evenals vorig kwartaal ziet de rapportage, vind ik, er weer verzorgd uit. Overzichtelijk. De duiding bij de cijfers is goed. En wat dat betreft ook weer een compliment. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor deze vierde kwartaalrapportage. Evenals bij de vorige rapportage is de fractie van de ChristenUnie positief wat betreft het gebruikte formaat als de inhoud. Er komt steeds meer informatie beschikbaar en het beleid krijgt steeds meer vorm. Onze fractie heeft wel enkele vragen en opmerkingen, maar deze doen niet af aan onze waardering voor deze rapportage en voor al het achterliggende werk. Over de WMO. Er staat dat er een afname is van de huishoudelijke hulp. Klopt het dat de grootste omslag nog komt aan het eind van het jaar en wat zijn de verwachtingen daarover? Het tweede punt, daar heeft de gemeenteplan ook al naar gevraagd, de indicatoren rond klanttevredenheid en maatschappelijke impact zijn nog niet te leveren. En wanneer kunnen we die verwachten? Over de PGB's. Je hoort nog steeds veel klachten uit het veld, dat notas niet of veel te laat betaald worden. In Den Haag roept men al om een andere organisatie. Hoe gaat het in Dalfsen daarmee? Sociale kernteams. Het is goed om te zien dat de sociale kernteams steeds beter in beeld zijn bij de partners en dat het doorverwijzen gaat lopen en dat opgeschaald kan worden als het nodig is. Over de WSW en de participatiewet een paar concrete vragen. Wat zegt het aantal niet ingevulde werkplekken? Ik kon die niet plaatsen in het stuk. Het tweede gaat over de vacatures op pagina 15. In de toelichting staat, en ook dat is net al gevraagd, maar ik zal hem even uitleggen. In de toelichting staat dat de kandidaten nog niet geschikt zijn. Maar zijn het dan wel de juiste vacatures? Of zijn er dan geen andere mensen uit bijvoorbeeld een andere kaartenbak? Overigens zijn we blij met de heldere toelichting die gegeven wordt bij de participatiewet. Vooral als het gaat om wat gedaan is, wat wel loopt, wat niet loopt en welke acties er genomen worden. Het geeft goede inzichtelijke informatie. Over de jeugdzorg. Begin 2015 heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de eigen bijdrage in de jeugdzorg. De wethouder wilde dit toen niet opschorten, maar zegde wel toe dit goed te monitoren op zorgmeiding. We zijn blij nu te lezen dat hiervoor geen signalen zijn binnengekomen. En zoals al eerder gezegd, het is goed dat deze bijdrage is afgeschaft. Over de financiële afhandeling hiervan, als het gaat om al betaalde bijdragen, etc., zullen we, zo hebben we gelezen, binnenkort worden geïnformeerd en we horen dat dan graag. Tot slot vier meer algemene opmerkingen. De eerste. In de rapportage staat niets over de ervaringen van de mensen waar het om gaat. Hoe pakken de veranderingen uit? Waar loopt men tegenaan? Waar is men tevreden over? Wat zijn de effecten? We horen er graag meer over. Het tweede punt. Een van de fundamentele knelpunten rond de financiering schijnt te zijn de onduidelijkheid met betrekking tot privacy, waardoor er een padstelling lijkt te zijn van zorgaanbieders die gegevens niet kunnen willen geven en gemeentes die ze wel willen hebben, met als gevolg dat rekeningen niet betaald worden. Hoe staat het daarmee? Worden rekeningen wel of niet betaald en hoe gaat dit dan verder? Het derde punt. Vanuit andere gemeenten komt informatie over de tekorten bij de jeugdzorg en de bedragen die de gemeenten moeten bijpassen. En daar staat niets over in deze rapportage. En ik ben benieuwd of de wethouder daar meer over kan vertellen. Het vierde punt. Hoe staat het met het toezicht op de kwaliteit van de instellingen en de geleverde diensten? Er zou met de instellingen gewerkt worden uniformering wat betreft kwaliteitseisen, verantwoording en zo. Hoe ver zijn ze daarmee? In de toelichting bij de jeugdzorg staat dat vanwege de privacy de gemeente niet weet welke organisaties dit betreft. En nu zijn wij heel voorzichtig als het gaat om privacy. Maar hoe kan de gemeente dan toezicht houden op de kwaliteit? Voorzitter, tot zover onze waardering en onze vragen en opmerkingen. Dank u. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook namens ons voor de heldere rapportage. De rapportage biedt een duidelijk overzicht over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Wij hebben slechts één concrete vraag, aanvullend aan de vragen die al eerder gesteld zijn. Er is eind 2015 een extra WMO-consulent aangesteld. Eigenlijk is deze vraag trouwens ook al gesteld, maar ik stel hem toch nog even ter verduidelijking. Om de lange wachttijden tot 3 maanden terug te brengen. Dergelijke wachttijden vinden wij wel erg lang. 3 maanden is behoorlijk lang als je moet wachten. Zijn er alternatieven te bedenken? Zoals bijvoorbeeld een mogelijke indicatie door een huisarts of wijkverpleegkundige. Waardoor we die piek in ieder geval niet meer hoeven te verwachten. Dat is eigenlijk onze vraag en aanbeveling. Dank u wel, meneer Broeren. Mevrouw Schippers, CDA. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de rapportage. De ontwikkelingen worden voor zoveel mogelijk zichtbaar, vooral in de kwantiteiten. En onze indruk is dat er veel werk is verricht in dit jaar op het gebied van de decentralisaties en dat de gemeente Dalfsen het goed doelt. Als CDA-fractie willen we ons gevoel, en die indruk die hebben wij dat we het goed doen, graag bevestigd zien, en met name de kwaliteit. En als voorbeeld willen we de jeugdzorg nemen. De rapportage laat vooral aantallen zien en onze vraag is, hoe weet het college dat in de jeugdzorg in Dalfsen geen afschuwelijke situaties voordoen zoals onlangs in Hogeveen aan de orde was? Is er sprake van één regisseur in de jeugdzorg? En we zien de beantwoording op de vragen die we hebben gesteld rondom de afschaffing van de eigen bijdrage in de jeugdzorg nog tegemoet. Dat was onze inbreng, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mag ik de wethouder het woord geven? En dat betekent voor de WMO en de jeugdzorg de heer Van Martels en de participatiewet de heer Van Leeuwen. Wie is als eerste aan het woord? Meneer Van Martels. Ja, dank u wel, voorzitter. 2 A4'tjes volgeschreven met de vragen die gesteld zijn. Ik zal een eerste poging nou in ieder geval proberen goede antwoorden te verstrekken. Maar het kan zomaar zijn dat ik een aantal vragen over het hoofd heb gezien. Maar dan zal die vraag zeker alsnog worden gesteld, neem ik aan. D66 onbekende informatie beschikbaar. Gaan we nog het format aanpassen? Daar kwam het een beetje om neer. Vorm en inhoud. Krijgen die nog aanpassing in de loop der tijden? Dat krijgen ze zeker. Tenminste, zo heb ik de vraag begrepen. Hè? Of ga ik bij de eerste vraag al de mist in? Ja, ga meteen al de mist in. Ja, twee afzonderlijke vragen. De ontbrekende cijfers, kunnen we die alsnog krijgen in een schriftelijke rapportage? En twee is evaluatie van de indicatoren. Maar die ontbrekende informatie, we krijgen iedere dag informatie. En het is niet de bedoeling dat we natuurlijk in één keer dagelijks de informatie gaan verversen. We hebben afgesproken dat we 4 kwartaalrapportages in eerste instantie hadden. Dat we dan alle informatie die we op dat moment beschikbaar zouden hebben, dat we die bespreekbaar zouden maken. Zoals we nu doen. En we gaan straks naar een 2-jaarlijkse rapportage. En dat lijkt me het juiste moment om dan in ieder geval die informatie ter beschikking te hebben. Daarnaast zijn er nog allerlei onderwerpen die ter sprake komen in die tussenliggende periode, waarbij ook nog vaak extra informatie beschikbaar komt. Ik doel alleen maar al op het feit van, daar was ook een vraag over de ouderbijdrage in de GGZ. Wat doen we daarmee? Nou, kom morgen in het college. Zo gauw we daar een uitspraak over hebben gedaan, krijgt u dat zo snel mogelijk, komt dat tot u. En zo werken we altijd. Maar om allerlei andere extra informatie ter beschikking te stellen, dat gaat te ver, denk ik. Het is in ieder geval een dynamisch document, dat had ik willen zeggen. En we werken er continu aan om tot verbeteringen te komen. En we proberen de cijfers wel zo actueel mogelijk te houden op het moment dat we ze presenteren. De Ombudscommissie, hoe staat het daarmee? Is er al een verslag van binnengekomen? Ja, dat is wel degelijk binnengekomen. Er is een klein misverstand ontstaan. De voorzitter van de Ombudscommissie zit nog op de tribune. Die was in de veronderstelling dat het college het rapport naar de raad zou toezenden. En wij waren in de veronderstelling dat de Ombudscommissie rechtstreeks in contact stond met de raad. Vandaar dat het rapport er wel is, maar nog niet gepresenteerd is. Maar ik zal zorgen dat het deze week tot u komt. En dan kunt u daar in ieder geval notie van nemen. De zorgmeiders, hoe is daarmee gesteld? Ik heb vandaag nog weer ook op de afdeling gevraagd van, ja, die zorgmeiders, hoe zitten daarmee in Dalfsen? Wat voor signalen krijgen we daarover binnen? En ik kreeg te horen,
Wij krijgen nauwelijks dit soort signalen momenteel in Delft over zorgmeiders. En hebben dan alles wel in beeld? Ja, die vraag kunt u zich altijd stellen. Maar tot nu toe in ieder geval bij de consulenten is duidelijk dat het wat dat betreft... ik vind altijd dat een punt van aandacht moet zijn, daar niet van. Maar het is niet zo dat daar in Delft dusdanig grote signalen van binnenkomen dat we denken daar moeten we nou onmiddellijk actie op ondernemen. Hebben we drukmiddelen om organisaties te laten leveren als het gaat om cijfers? Ja, die hebben we wel degelijk, die passen we ook toe. En dat is inderdaad de druk opvoeren door met data in ieder geval duidelijk te maken wanneer de uiterste leverdatum is. Door een gesprek met ze te gaan, dus de mogelijkheden voldoende. En daar proberen we ook gebruik van te maken. Geen wachtlijsten, dat proberen we altijd te voorkomen. En ik heb van verschillende kanten gehoord doe daar wat mee en zoek eventueel een alternatief als dat noodzakelijk is. Maar tot nu toe hebben we het kunnen oplossen intern door extra mensen in te zetten. En dit ene geval waarover werd gesproken, dat hopen we niet dat dat ook weer in de toekomst zal gaan plaatsvinden. Wat dat betreft hebben we ons lesje hopelijk wel geleerd. Komt er in september een klanttevredenheidsonderzoek of daar de resultaten of dat staat in de planning. Dus ik mag aannemen dat het dan ook geleverd wordt. Anders voert u de druk wel op, neem ik aan. Financiële tegenvallen jeugdzorg, daar is in ieder geval die opmerking is gemaakt dat ter oren is gekomen. Er is ook een financiële tegenvallen in het hele gebied IJsseland. Alleen de gemeenten hebben dat op verschillende manieren geprobeerd om dat op te lossen. Er zijn gemeenten die zijn naar hun raad gegaan om extra middelen te vragen. We hebben in Dalfsen gezegd, als college hebben we besloten van... Er werd in eerste instantie gezegd van we gaan 85% van de middelen inzetten in regionaal verband en 15% gaan we lokaal inzetten. We hebben nu gezegd van laten we eerst die lokale middelen die bij ons nog niet benut waren, om die in ieder geval, daarmee laten we het gat vullen we voorlopig op. En daarmee is het gedekt. Daarmee is die extra tegenvallen in ieder geval voor dit moment van de baan. Neem niet weg dat we natuurlijk in de toekomst toch wel willen dat we dat lokale budget gaan besteden, maar voor dit moment konden we daarmee uit de voeten. Afname huishoudelijke hulp werd geconstateerd, krijgen we daarna nog een toename in de komende maanden? Dat weet ik niet. Het HA1 is nu een algemene voorziening geworden en we zien gewoon dat in ieder geval ervoor heeft gezorgd dat er een algemene afname is. En ook door de keukentafelgesprekken zien we ook dat een algeheel in de WMO duidelijk een afname sprake is. Zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Ik wil wel één opmerking maken over huishoudelijke hulp. Zijn we er nou tevreden over zoals het gaat? Niet helemaal. We komen ook met een evaluatie dit jaar. Nog voor de vakantie wordt er gesproken met de raad over de ervaring van het afgelopen jaar. En daarnaast doen we aanbevelingen hoe het beter zou kunnen. Dus dat kunt u nog voor de zomervakantie tegemoet zien. Die oude bijdrage heb ik iets over gezegd, daar komt dus, wordt over gesproken. Privacy, ook een onderwerp, bij de ChristenUnie kwam dat vandaan. Ook daar heb ik vandaag nog een notitie over gehad, over hoe gaan we nou die lokaal aandacht besteden aan de privacy. Dat doen we natuurlijk altijd wel volgens de landelijke richtlijnen, maar hoe kunnen we in Delft daar dan ook heel specifiek en lokaal invulling aan geven. Ook dat wordt binnenkort besproken, komt... volgende week in het college en daarna staat het op het RIS. En als dat voor u aanleiding zou geven om dat nog bespreekbaar te maken, dan hoor ik dat graag. Maar voorlopig zal het eerst via het RIS aan u kenbaar gemaakt worden. Het gaat over de kwaliteit in de jeugdzorg. Hoe houden we nou voldoende grip op het feit van of dat wel voldoende geborgd is en of dat wel geregeld is? Laten we vooropstellen dat... De professionele organisaties laten we natuurlijk, die zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, van de jeugdhulp. En dat zijn nog steeds de partijen waar we veel vertrouwen in hebben. Die hebben niet voor niets, kregen ze die opdracht gegund. En daarnaast zijn we afhankelijk natuurlijk van signalen uit het veld hoe het gaat. En we kunnen zeggen gelukkig dat de zorgcontinuïteit, dat dat op een hele goede manier geborgd is het afgelopen jaar. Neem niet weg dat onze eisen ook in de toekomst natuurlijk, die zullen sterker worden, die zwaarder worden. We zullen meer eisen stellen aan jeugdzorgaanbieders. Maar met jeugdzorg, daar vraag ik toch wel een beetje ook om geduld en om uw vertrouwen als het gaat om de levering van de cijfers.
En ook aan ons om een beter beeld te krijgen van hoe het nou reilt en zeilt binnen die jeugdzorg. En daar hebben we gewoon de tijd voor nodig. Maar het belangrijkste is, zorgcontinuïteit is geleverd tot nu toe. Op een goede manier, daar zijn we van overtuigd. En we proberen in de toekomst ook te zorgen van dat we met de juiste zorgaanbieders in zee kunnen blijven gaan. Dat het kaf van de koren ook gescheiden kan worden. En dat we op een efficiënte manier jeugdzorg kunnen gaan invullen. Ik laat eerst even mijn collega Ruud van Leeuwen aan het woord als het gaat over de participatiewet. En dan kan ik misschien nog straks even inventariseren welke vragen nog zijn blijven liggen. Want ik ben ervan overtuigd dat er toch nog een paar zijn die ik niet heb beantwoord. Ik had er nog één vraag. Ja? Mag ik even? Nou, ik denk eerst beantwoording voor de heer van Leeuwen. Dan kunnen we dan hebben het totaalpakket en dan kunnen we dan verder. Ja, ik had vier regels, dus dat moet lukken. De heer Ellebroek van Gemeentebelangen die vindt de resultaten van de participatiewet niet spectaculair. Ja, als ik de tabel bekijk, dan interpreteer ik hem wel spectaculair. Als je die bedrijfsbezoeken bij elkaar optelt die in drie kwartalen zijn gedaan, dan kom je ruim boven de 100. Het aantal vacatures wat daaruit voort is gevloeid, want je moet het bij elkaar optellen, hè. Dat is ook aanzienlijk. En vervolgens zie je dan dat er dan ook een aantal plaatsingen in verschillende mate hebben plaatsgevonden. Wat betreft de vraag, die is ook gesteld door de ChristenUnie, werk fit maken. Wat u hier ziet is het resultaat van wat oneerbiedig laaghangend fruit wordt genoemd. Wat makkelijk te plaatsen is en wat makkelijk te plukken is. En dan kom je aan het fruit wat iets hoger zich in de bomen bevindt. Ja, en daar moet je dan wat meer energie in stoppen door ze bijvoorbeeld via een werkstage of een proefplaatsing verder te helpen. We zijn nu ook in contact met een hele interessante groep in Zwolle, PEC Zwolle United, die dat onder andere vanuit sport samen met bedrijven benadert. Samen met collega Van Martels ben ik in oktober, november op het sportpark Gerne geweest. Nee, dat was niet. Ja, was het? Ja, het ging over Gerne. Het was in de dierenweide, in de boerderij. En daar is het heel verbazingwekkend dat als je de energie van mensen meet, dan mensen die gewoon normaal in het arbeidsproces zitten, dan kom je op een norm van 47 tot 50, waar dat precies voor staat, durf ik u niet te zeggen. Mensen die in coma liggen, komen op 17 en mensen die 3 jaar of langer werkloos zijn, die zitten op 2,23 wat energieniveau zit. Dus daar kun je ook niet van verwachten dat je die van de een op de andere dag in dat arbeidsproces brengt. En dat is dat werk fit maken. En daar zijn we nu op meerdere manieren mee bezig om te zien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Zijn het de juiste vacatures voor de kandidaten? Dat blijkt altijd achteraf. Soms wel. En een enkele keer gaat het ook mis. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Even kijken, wat de vragenbehandeling betreft, zijn volgens mij de meeste vragen al beantwoord, maar ik heb ze niet helemaal op een netvlies. Maar meneer Ellebroek had toen straks al een vraag, dus meneer Ellebroek, aan u het woord. Ja, ik wou nog even aan de wethouder over de jeugdzorg, het tekort, hoeveel bedrag dat. Dat heb ik niet genoemd. Ik lees iets van 2,3 miljoen in de regio Zwolle. Maar dan mijn vraag is dan ook, Dalfsen, hoeveel? In Dalfsen hebben we 4,8% van het totale bedrag. 4,8% van het bedrag wat uiteindelijk straks zal blijken te zijn. Van dat kan ik dan zelf wel uitleggen. Ja, maar we weten nog niet het exacte bedrag of dat inderdaad 2 of 3 miljoen is. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus, maar dan kunt u snel uitrekenen als het 4% van 2 miljoen, dat we dan, waar we dan uit. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Ik had nog iets gevraagd over de PGB's, de uitbetaling van de PGB's.
wat nog steeds op veel plekken niet schijnt te lopen en hoe dat hier in Dalsen gaat. En het aansluiten bij die vorige vraag, de wethouder zei in zijn antwoord dat er een voorstel of in ieder geval iets komt om te kijken hoe we in de toekomst omgaan met die tekorten in de jeugdzorg. Nu wordt het bijgepast uit het budget wat de gemeente nog heeft voor projecten, maar wat niet besteed is. Terwijl het ook wel heel belangrijk is dat dat wel besteed wordt, want het gaat ook over innovatie. Maar wat voor voorstel komt er dan? Komt dat voorstel ook nog weer eerst hier in de raad als hoe het in 2017 omgegaan wordt? Dat waren mijn vragen. Meneer Van Martels. Ik zal er iets over zeggen, maar mijn collega wil er graag ook nog iets over aan toevoegen. Dat uitbetaling aan het PGB's, hoe dat gaat in Dalfsen momenteel, dat loopt ook via de SVB. Ik heb daar nog geen laatste bericht over gekregen hoe dat gaat. Meestal als er iets niet goed gaat, dan hoor je het snel. En als het wel goed gaat, dan hoor je het niet altijd. Dus ik ga nog maar uit van het laatste. Maar zeker weten doe ik het niet. Als het anders is, dan laat ik het u zeker weten. En hoe gaan we in de toekomst zorgen dat er niet weer zulke financiële problemen ontstaan bij de jeugdzorg? Nou, dat is nou aan te werken. Zoals ik net ook al min of meer heb proberen te duiden. We moeten in de jeugdzorg nog hele stappen maken. Dat gaat niet alleen over kwaliteit, maar dat gaat natuurlijk over het feit van aanbieders datgene leveren en dat ze doen wat ze beloven en dat ze ook efficiënt werken. En daar krijgen we natuurlijk steeds meer zicht op. Bovendien is er moet sprake zijn van een transformatie. Ze zullen ook op een andere manier moeten gaan werken. En gaandeweg hopen we natuurlijk dat dat proces steeds beter bij iedereen in de vingers komt, waardoor je ook mag verwachten dat het efficiënter gaat, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. En daarmee hopen we dan ook dat we in ieder geval financiële tegenslagen in ieder geval kunnen voorkomen. Neemt niet weg dat er al hele grote stappen zijn gezet en dat die bezuinigingen voor een groot deel wel zijn gerealiseerd. Maar we hadden ook zulke grote ambities, van 15% moest eraf. En als je dan tot 7% bezuiniging komt, is dat eigenlijk wel een verdienste. Maar we zullen zien of men in samenspraak met of in staat zijn om tegenslagen te voorkomen. En dan mijn collega, als het goed is. Ja, meneer Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. Ik zou daar twee dingen even op willen aanvullen, alstublieft. Ten eerste, we hebben vorige maand een presentatie gehad van de afdeling over de ontwikkelingen van de financiën in het sociale domein. Die zijn op de korte termijn geruststellend, maar op de lange termijn zijn ze dat niet. En in overleg met de agendacommissie en de Griffie zullen wij proberen om een datum te vinden waarop u deelgenoot wordt gemaakt van de ontwikkelingen. Dat is één. En een tweede, dat is met de werkgroep planning en controle al besproken. Het staat, dacht ik, morgen of volgende week op de collegeagenda. Dat betreft de jaarrekening. Juist vanwege het gebrek aan transparantie op het gebied van de dienstverlening in de jeugdzorg, zitten we met een probleem met onze accountant. Dat zijn wij niet alleen, dat is een landelijk fenomeen. En om die reden zullen wij een voorstel doen om de jaarrekening dit jaar op een andere manier te behandelen. En dat heeft te maken met de accountantsverklaring die, laat ik het maar zeggen, in mei nog niet goedkeurend kan zijn. En dat heeft alles met het gebrek aan transparantie in die dienstverlening van de jeugdzorg te maken. Daar wou ik het voorlopig even bij laten. Maar dat is ook gelijk de zorg met betrekking tot kwaliteit. Hè? Ik bedoel, ik zit er wel voor een financieel verhaal, maar ik deel uw zorg. Dank u wel, beide wethouders, voor de beantwoording van deze vragen. Ik kijk even rond. Ik zie verder geen lampjes meer branden. Dan komen we tot een eind van dit punt, waarbij door de wethouder duidelijk is gezegd dat nieuwe info nu tweejaarlijks op ons afkomt en tussentijds hooguit als er punten zijn die dit aangaan. Twee keer per jaar, niet tweejaarlijks, voorzitter. Twee keer per jaar. Ja, oké. Dat de Ombudscommissie deze week verslag dat nog op het risico komt.
De evaluatie van het huishoudelijke of huishoudelijke hulp voor het reces nog zal plaatsvinden. De notitie privacy op het risico geplaatst zal worden. En de wethouder vraagt geduld voor de jeugdzorg. De continuïteit is geleverd, maar ook al uit verdere beantwoording van onze financiële wethouder zullen we qua jeugdzorg heel erg de vinger aan de pols moeten houden. En dit heel goed moeten blijven volgen. En ja, wat mededeling over accountant betreft, daar zullen we de komende in mei wel nader van horen. En dit gezegd hebbende, dan denk ik dat we dit punt. U wil nog wat zeggen, mevrouw Lasje. Ik had toen net even rondgekeken. Maar toen, ja, nee, maar het is de aanleiding wat u nu samenvat en wat u de toezeggingen. Ik zou wel graag de wethouders willen vragen om, als het gaat om, hè, er zijn verschillende toezeggingen gedaan rond evaluaties en informatie, dat als het gaat om evaluatie, om nieuw beleid, om aanpassing van het beleid, om dat niet als eerste gedachte op het RIS te zetten, maar als eerste gedachte op de raadsagenda, op de commissieagenda te zetten. Omdat je anders alweer achter de feiten aanloopt. Dus dat was eigenlijk een aanvulling van wat u zei. Dank u wel voor de aanvulling. De meeste zaken komen in de agendacommissie aan de orde. Of dat voor alles zo zal zijn, dat zullen we eens in de agendacommissie bespreken. En daarmee wil ik dit agendapunt sluiten. En mijn computer, die heeft te lang, heb ik daar niet op gedrukt. Maar ik zie daar met hele grote woorden staan, sluiting. En daar wil ik me graag aan houden. Ik wens u nog een prettige avond.